Welkom en goedenavond hier in Pakhuis de Zwijger. En hier de mensen hier in de zaal en mensen die kijken bij AT5. Als je nog van hout houdt, ga je nog meer van hout houden na deze avond. En ik ben Suzanne Hering, ik houd ontzettend veel van hout. En omdat ik de programma's over maak voor AT5 en hier in Pakhuis de Zwijger. En tot mijn stomme verbazing zijn er nog heel veel mensen die hout het mooist vinden als het in de haard brandt. En hout als woningbouw zien, als een blokhut of op zijn ergst gestapelde sauna's. Die mensen moeten zo snel mogelijk onder hun rots vandaan komen en hier naartoe komen. Want bouwen met hout heeft een enorme potentie in vorm en functie. Hoe kunnen we het bijvoorbeeld nog mooier, beter, sexier met hout bouwen? Bijvoorbeeld door niet met hout, maar vanuit hout te bouwen. Want hout heeft eigenschappen die heel anders zijn dan vergeleken met staal en beton. Unieke eigenschappen. En de eigenschappen kunnen een enorme verrijking zijn voor, ja, voor het gebouwde landschap. En daar gaan we van genieten vanavond, dames en heren. We gaan mooie dingen zien. En niet alleen omdat het inderdaad heel erg mooi is, maar omdat het heel erg weldadig is om in te wonen. Maar vooral, jongens, omdat de aarde, het klimaat erom smeekt. De wanhoop is nabij daar. Dus daarom is de noodzaak van een nieuwe vormentaal in houdbaar, onafwendbaar en hyperurgent vanavond, dames en heren. Wat gaan we doen, mensen? En mensen thuis, die kunnen alleen het eerste uur kijken, dus die moeten voortaan maar eens gewoon hier naartoe komen, want de tweede uur gaan we echt los. De eerste uur zitten jullie ook rustig stil, hè? Alleen als je feitelijke vragen hebt, kun je die na elke presentatie stellen. Want het eerste uur gaan we jullie helemaal dicht timmeren. Met informatie, maar vooral ook met inspiratie, met hele mooie dingen. De laatste ontwikkelingen, mooie projecten. En voordat je na afloop de tanden in het hout van de bar zet, om eens even goed na te praten, hebben we dus na de presentaties een uur lange panelgesprek. Met prikkelende stellingen en om te kijken of al die presentaties wel kloppen. Of we niet nog eens even wat voorzichtig moeten zijn om te kijken wat allemaal kan. En dat doen we met de mensen die het gaan doen. Dat zijn mensen uit de markt en mensen die daar echt vanuit de bewoners mee bezig zijn. En dan kunt u ook los met de discussie en met het vragen stellen. Dus tijdens de presentaties alleen feitelijke onjuistheden of vragen waarvan je denkt, dat snap ik niet helemaal, stel die. En als ik het afsluit voor AT5, dan mogen jullie los. We krijgen maar liefst 3 presentaties. We krijgen een prachtig verhaal over de Nelson Mandela-buurt in Zuidoost. Dat wordt heel erg mooi, helemaal van hout. Dat zijn Bas Horsting en Norton Flores Troch, die komen dat vertellen. We gaan ook kijken, we gaan naar Zanzibar. We gaan naar een prachtige toren bekijken in het plan Fumba Town. Leander Moons zal die presentatie doen. Maar we beginnen met de koning van de houtbouw van de architectuur, houtbouw architectuur. De man die in 2006, toen wij allemaal nog in de luiers lagen, althans een aantal van jullie, ik niet, maar in ieder geval, toen stelde hij al dat hout het nieuwe beton was. Professor Alex de Rijken. De professor, omdat hij zo slim is, luister maar, hij zegt, the history of architecture is about material. Hij zal het in het Engels doen trouwens. Rather than style. Dus it's about material rather than style. 18e eeuw baksteen, 19e eeuw staal, 20e eeuw beton, 21e eeuw hout, precies. Dus naast professor is hij ook architectuur-directeur van DRMM London. Een houtarchitect puur sang. Prijswinnend project, jongens, kijk naar het filmpje van de Pier en Hastings. Die is afgebrand en die is herbouwd met Alex en zijn collega's. En vooral met de bewoners. Dus je weet ook alles van hoe je dat samen met de mensen doet. Hij gaat ons verwennen met prachtige voorbeelden hoe je samen met elkaar en met hout als uitgangspunt een prachtige wereld kan bouwen. Alex de Rijken, een groot applaus voor professor Alex de Rijken. Is that working? Yeah. Hartelijk bedankt. And apologies for my child Dutch, which I won't let interrupt your good English. So, everybody likes wood. Yeah? It's the preferred material for furniture, coffins, and even buildings. And that for thousands of years, but not for the last, say, 250 years. Ever since the Industrial Revolution, when wood became simply a material to put in the furnace for a combination of iron and steel and then cement. But suddenly timber is fashionable again. Well, even here in Holland, the upside down world, where water runs uphill and you build houses on sand and put carpets on tables,
For me, it's the most surreal place that I kind of identify with because of my Dutch parents, but English upbringing. So I've been trying to start a wood fashion in Britain for about the last 25 years, waiting patiently for everyone to catch on, and here I am. I'm very happy. Thank you for inviting me. So, okay, in fact, I'd like to state categorically that wood is not about fashion at all. And the point of using wood is something that I'll go into with five themes on top of a kind of mini manifesto. So I hope this works. Am I going backwards? Yeah, I'm going backwards. Yeah, okay. Oh, no, not too fast. I'm back. Okay, so the Modernist Manifesto, exactly 100 years ago, Le Corbusier's Vers une architecture, summarized by the five points of design. But between these lines was a manifesto for a new material, reinforced concrete. And all the five points presented were only apparently possible in reinforced concrete, the liberating ability to frame and span instead of being limited by what he presented as the only alternative, a load-bearing masonry. Absolute nonsense. I mean, the rhetoric was mainly borrowed from Villers-le-Duc, and also not true in any case, because as we all know, there have been plenty of flat roofs on stone buildings, and frames have been built in wood for thousands of years. Columns, the free plan, the free facade, they exist in many wood buildings, you know, in barns or factories. There's plenty of examples. I think what Le Corbusier was saying was really, if you look at stone and load-bearing masonry, and particularly in classical examples, then you cannot compare to the ability of modernism to outspan it. So I would argue that Le Corbusier's five points already existed as practical design methods with the world's oldest construction material, timber. It just didn't have a manifesto. So, great man, with his model of the best three-dimensional expression of the five points, Villers-Savoye, illustrated here as the model presented by the model architect. And I bet he really hated this moment also, because this is like 1931. And Johannes Duyker was already racing ahead and had built Zonnestraal and Openluchtschool. And, you know, in a sense, he'd been waiting 7-8 years for this moment. And all the five points are here duly represented. But his other agenda was really to focus on reinforced concrete as a pure building. So a building built apparently in one material, one continuous material with no joints. And this allowed him to avoid or hide all the mistakes and to cover it all in one whiteness, only form in light. So any other material was suppressed, so even the glass windows looked like holes cut out, which in fact often they were. That's the purist manifesto writ large. Here is the, So, completed 8 years after publication, a very bespoke, in fact, not the example of pre-manufactured or mass production in any way, and it in fact had proved so leaky and cold that the client didn't live there long, and it became an uninhabited ruin in 25 years, on the image left. And the ruins revealing the secretly built brick wall construction. And please note the huge pile of timber, logs, between the pilotti. Can you see them? A desperate attempt to heat the free plan and the free facade. So more recently restored and constantly repainted, and the par excellence manifestation of the Modernist Manifesto. Now a retrospective homage to the most used material of the 21st, sorry, the most used material of the 20th century after water and perhaps bread. So it's a manifesto in the form of a museum and visited exclusively by architects and students of architecture, usually wearing black, and still building this stuff.
And there's now roughly 1 meter cubed of concrete for every person on the planet. That's 8 billion people. So here's my alternative. My mini manifesto. It is a modest manifesto, but I hope you'll run with me on it. All of my 5 points are presented as only being possible with the miraculous properties and characteristics of timber. A liberating ability to frame and span and clad without producing more carbon than building material. So in terms of point one, it's naturally replenishing, it's non-toxic, and it's beautiful. And it's so rare for something to be beautiful and also ethically right. Huh? Niet te geloven. Number two is lightweight, strong, and because the strength to weight ratio through its cellular hollow construction, makes it strong and light. So if you enhance that with lamination, you can correct wood weaknesses to create engineered timber. Number three, if you insulate and clad externally, you can keep the structure exposed internally, and people enjoy seeing and touching it because it is more sexy. And it's a no-brainer. You want to see the wood that you love. Number four, panels or frames. I'm not a dogmatist. I don't mind, just whatever's best for the job. There is no bias. Why would you have a bias for one construction method when every problem and every project is different? So yeah, you can use it in compression, in shear, in tension, as mass or stress skin, as per the history of architecture. You just look around you and you see it everywhere. You can also use it in combination with other materials. Wood works well with other materials, obviously steel for connections, but that's about reducing the steel to the minimum. And the fifth one is to repair or reconfigure, reuse, but there are endless varieties of extended uses. We want to have wood within a circular economy, so you need to build in a way that can acknowledge that and anticipate deconstruction. Anyway, I come back to the point about wanting to reuse wood. What would you rather have, a steel or a wood coffin? Okay. So my manifesto project is presented to you exactly 100 years after Le Corbusier's, and it's also defined by 5 points of design, but it's explicitly a material manifesto. And it's a global proposal originating in European zeitgeist, which is this moment here and now. So, Hout is a new baton. It's a takeover bid in the context of out-of-control carbon emissions in a world where 40% of total carbon is emitted from crap construction fixated with concrete. And for me, it started in Austria here in the 90s with a visit to KLH. Mrs. Kreutz Lammenholz, one of the earliest companies to manufacture cross-laminated timber. So I decided to design a manifesto house just to showcase this amazing material. I immediately thought this is my medium because it was like plywood, only bigger. So the medium is the message, and the message is in wood there is hope. The house works as a cutout kit with all numbered elements, including doors, windows, and service openings, digitally CNC cut from cross-laminated timber. There's no wood waste in this design, so every window opening cut into the full-size panels creates the piece of furniture needed by that window. So it's an architecture of cutouts and furnished by off-cuts. So for example, you'll see a window, a rectangular window, has the bed next to it, is the dimensions of the bed. And the shelf has the window, the same shape as the shelf, and so on and so on. You might even spot the ironing board. All dimensions correspond to Fibonacci, golden section proportions, and the prototype was built in 2006 in Oslo for an exhibition. Something like that. The house is designed with future flood zone and affordable cost in mind. At the time, it's 100 meters squared internal space, and it was 50,000 euros for the wood at that time, which is probably three times as much now.
But the kit is delivered anywhere where shipping containers can go, which is anywhere. And that, the container becomes the construction workshop and the supporting structure to keeping the timber out of the water and in which you can have services and storage. So it's a kit of wood and glass panels which can be assembled by two people and a small crane in a week. And externally you have wood fiber insulation and whatever local cladding is fit for that environment, that regional availability. Here it's shown as a proposal for the Tate in London. But they were not ready for this prefabricated timber house proposal at the time. Instead, they exhibited Jean Prouvé's 1951 all-metal house for the Congo, Maison Tropicale. And looking back, I guess looking back is what we do best in the UK. So. Then the second point is aesthetics. And I don't really want to talk about beauty because obviously that's a taboo subject. I want to talk really about the way beauty is used in power. And the aesthetics of post-war UK education architecture are grounded in the tropes of the institution. So namely, abstraction, repetition, lack of colour and ornament, and the automatic palette of concrete, steel and glass. So literally and metaphorically, the post-war school building programme in the UK was about building cages. They were steel frame with glass envelopes. And they're compositions which express the triumph of containment and of control and the denial of nature. So this school was seen as a... This is a state school surrounded by private schools, and so it's a poor school surrounded by great privilege. It was a black school in a white area, needless to say. It was considered a failing school. And we had to transform it. So there was a government invitation to demolish it and trying to erase its problematic history, but instead we chose to reverse the process. The school was already a kind of reverse island, if you like. You know, a reverse island in a sea of sit-on lawnmowers. So no replacement, but some liberation through transformation. So we unlock with partial demolition of the centre of the school, break the repetition and the composition, bring outside insight, but also add anti-institutional insertions, alien forms and materials like wood. And the first was the new roof, which is a kind of inflated ETFE structure over an enlarged central courtyard. So that was about superimposition and something inspirational and insulating. And then that variable skin controlled solar gain and created an enormous free space in which we placed this friendly alien, which is not just a register of the sky, but also the rain and other kind of direct connections with nature. You really hear the rain on that roof. And this building is, of course, standing dry right underneath it and in an outdoor, indoor kind of space. This auditorium was made of giant pencils. They are tree in the round, large trees in the round, with special joints that were cast in order to create this kind of partly deflated football. Like a Buckminster Fuller inspired geodesic, but also a partly deflated football. The interior is a surprise because it's exactly like the exterior, which you don't often get in buildings, and more so. So it was adding wood from Hans Lensfeld, and adding this black acoustic absorption material, and adding the Eupen Lieshout sculpture to extract the air from and provide the light to the space. So no grills, no ducts, no plasterboard, no conduit, no light fittings, no paint, just all plywood surfaces and some art.
useful art. So the enigmatic exterior contrasts with a more expressive interior, and it's the students' own space. They get to program it, and they have five houses that divide the school population. Each house has this one day a week, and they can show films or performance or music. It's their kind of grown-up alien space, nothing to do with the institutionalized grid of the school. Second project at the school was the first project in the UK to use cross-laminated timber. So we started working on this in 2006. And we had to provide a sports hall, which would cost the same and be an alternative invention, if you like, to the generic off-the-shelf school sports hall, which is typically a steel frame with no windows and bad ventilation, bad acoustics, no daylight. So what form should the first, you know, CLT sports hall take? And given that it's made of flat pack material, CLT panels, the first decision that we made was that it shouldn't look like something from IKEA. It should actually, the aesthetics of the flat pack could also handle curvature. So in other words, it had to have a rectangular plan, but in section we were able to manipulate it so that it had curves. And this by virtue of the elasticity of thin panels, which could be twisted around a simple geometry of rotating straight elements. So all of it came as straight timber, and we made a hyperbolic paraboloid roof from it. It's, I guess, unusual because it's only natural materials. It's only daylight, it's only fresh air. They called it the Sports Cathedral, and it was built in 6 weeks as an enclosure, as a structure, obviously a bit longer for the fit out and services, but as a standing waterproof building in 6 weeks, and with the option of the future. If I go back one, I can remind you that in future it can also be a skateboard park if they run out of sports program at the school. So, okay, third category is health and well-being. And this project is really, it's about the real pandemic, which is cancer, given that already one in three people and rising either have it or will have it or live with somebody who has to deal with it. So, one thing that I've always noticed about woods is that people go there just to feel good. You know, if they want to feel good, they go for a walk in the woods. And why is that? Is it the oxygen? Is it the color? Is it the acoustics? Is it the smell? You know, why is that? Is it that perhaps the trees have all the answers to your questions? Inward, there's this endless variety. You know, it has scale, it has warmth, it has nature's clever plan to absorb many pollutants, not just carbon. But ultimately, it's an anti-carcinogenic material. I think that's the bottom line. So when we came to look at this existing hospital, which is a concrete machine in Oldham, again, the question comes up, you know, the unanswered question of cancer sufferers is, why did I get it? What caused it? And the increasing evidence of carcinogens in developed countries just point towards carcinogenic elements in our food, in our water, in our drink, in our air even. And of course, the material components of buildings. And it struck me, looking at this hospital, existing hospital, can you see even the sign says lead? I mean, they meant lead, you know, lead nurses, but it's obviously lead. And then there's artificial light, and there's toxic paints, and there's that vending machine absolutely full of sugar. And then the floor is polyvinyl chloride, which is a known carcinogen, and so on. This is the palette of hospitals in the UK. So we took the opportunity to make a critical project that looked at that, the material components, but also the problems that all oncology departments seem to have, which is that you don't really get practical or social or psychological help. You just get
isolated. You feel isolated and you feel disconnected not only with other people and the medical profession, but you feel disconnected with the exterior, simple things, and definitely disconnected with nature in this palette of artificial materials. Here's some studies done, Austrian Schools Without Stress research, which looked at, well, it documented how effective timber is at reducing heart rate, respiratory, and allergenic problems, and obviously with associated behavioral issues. So the same children in two classrooms, one timber, one concrete, and they spent, I think, a month in each, and their heart rate was recorded here. And you can see it's kind of obvious that it's something calming about it. I mean, other studies show the effects of stimulation by wood and wooden materials, which show physiological reactions such as, you know, reduction of brain activity, not necessarily great in schools, but enhancement of, you know, parasympathetic nervous activity and inhibition of sympathetic nervous activity, you know, things like activity of the vagus nerve, which controls heart attack later on in life, decreased blood pressure, and so on. The evidence is emerging now. This shows the starting point for our cancer center design, which is a table that I made with two students, Barnby and Day. It's a response to the brief from the client. Maggie's are a charity dedicated to helping people live with cancer and raising awareness of the increasing evidence of cancer. And their centers offer free, practical, emotional support, social support, and with what they call the architecture of hope. And their buildings always feature a kitchen table, strangely always rectangular, and designed, you know, we made and designed this, first of all, as a departure point for the rest of the project, and this was tulip wood. So in a sense, an invention of a new material, which was done at the same time as another project called Endless Stair, and that was to use a fast-growing, sustainable hardwood instead of the typical spruce and fir of Northern Europe. So the plan is very simple. It's basically a treehouse. It's a box with a tree growing through the middle. It's an all timber and glass tulip wood box, and tries to be an inspiration whilst quietly addressing this relationship between the built environment and the causes of cancer. It's one material throughout with an holistic health message. It's tulip wood used, and oak, incidentally, for the handles. Tulip wood used for the structure, the insulation, and the cladding, but the same wood used in very different ways, and also for the furniture. I mentioned the handles because one typical characteristic of chemotherapy and radiation is that you can't touch cold surfaces such as steel handles. The resultant building is basically just a carefully proportioned box, wooden box of surprises. So it's about nature and daylight, views of the ground and the sky, which have been brought inside. In an unexpectedly powerful way, a large hole through which a mature tree grows. And so that the absence, if you like, is the strong presence, the space in the middle. And that paradox seems to appeal to all the users who enjoy this immediate connection with outside and nature, the ground and the sky and the tree, and the birds in the tree. I need to stop you here. Is that it? Yeah. Okay. Sorry, you've... I've over... From the time, I'm sorry. Yeah. You sure it wasn't your... The introduction was too long. I told him I would introduce him so long that because we need to put it in. Of course. The hour for of the. Of course. Yeah. Thank you very much. It's been very inspiring. A big round of applause for. And maybe here I am. Maybe you can sort of in the second hour you can also sort of elaborate more on your. But this was very inspiring anyway. So thank you very much. Okay, next project. Can I have Bas Horsting and Northern Floris Tortje? Northern Floris, I think you're going to start. We gaan in het Nederlands gewoon verder, want Alice kan het gewoon verstaan. Thank you very much.
Dit gaat over de Nelson Mandela buurt in Amsterdam-Zuidoost. We zijn weer terug in Nederland. En Bas is Senior Advisor Sustainable Urban Development bij de gemeente Amsterdam. En ook directeur van Basta Urbanism. En jij gaat de plannen voor de Nelson Mandela buurt toelichten. Dus een applaus voor Bas. Dankjewel. Ik ga eigenlijk alleen maar een korte introductie geven, want daarna geef ik graag het woord aan Norton om het plan verder toe te lichten. Alex, thank you very much for your very inspiring lecture. And I think we could all listen for another hour to your work. En nu weer terug naar het Nederlands. Ik wil even terug. Want bouwen met hout is geen mode meer. Sterker nog, ik wil even wijzen op dit prachtige boek. Amsterdam en de houten eeuw van Amsterdam. Dat is een paar weken geleden uitgebracht. En het geeft prachtig weer hoe rijk onze geschiedenis is met bouwen in hout. Het boek staat ook vol met prachtige details van hoe wij vroeger de houten huizen maakten. En ik denk dat wij van het boek heel veel kunnen leren. Deels van hoe we bouwen kunnen met hout, maar ook deels hoe zo'n groot onderdeel van ons DNA uitmaakt. En als we nu kijken naar hoe we met hout aan het bouwen zijn, denk ik dat wij de fase van hout als modieus materiaal eigenlijk al lang voorbij zijn. We zien in de afgelopen jaren steeds meer projecten gebouwd worden uit hout en door de hele stad, vooral in de nieuwbouwgebieden. Zien we dat. Maar de trend is eigenlijk eentje die we niet meer zien keren. En als voorbeeld hiervan heb ik een aantal van de projecten op een rij gezet die we het afgelopen jaren hebben gerealiseerd als stad in Amsterdam. En een aantal projecten die ook er nog aan zitten te komen. Nou, als we het hebben over het thema vorm en vormentaal, dan denk ik dat we hier ook wel kunnen zien dat er niet één bepaalde vorm is waarin we hout gieten. We zien hier van alles voorbij komen. Rechthoekige gebouwen, eenvoudige constructies, maar ook hele mooie gebogen constructies, gestapelde constructies met overstekken. Dus ik denk dat we echt in een fase zitten waarin we heel veel experimenten gehad hebben en dat het nu de tijd wordt om dit op te schalen. Want dit zijn eigenlijk allemaal nog individuele projecten. En Norton zal zo meteen laten zien dat we dat bij het Nelson Mandela buurt nu eigenlijk voor het eerst echt gaan opschalen op buurtniveau. En ik heb een kleine droom en hier staan we, hier zien we twee projecten. Het Houten Huis in het Begijnhof en we zien hier Juf Nienke van Search Architects en Rauw. En ik denk dat we nu weer ook opnieuw aan het uitvinden zijn van hoe kunnen we nou het beste bouwen met hout. En op welke manier kunnen we het hout weer inzetten. Links zie je eigenlijk een soort handgemaakte constructie. En aan de rechterkant zie je een constructie uit modules opgebouwd. Maar allebei benutten ze maximaal de capaciteit en de kwaliteit van het materiaal hout. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Norton. Applausje voor Norton. Dank u wel, Bas. Goedenavond. Ik ben Norton Flores Trotsch, ik ben de ontwerper van de Mandela buurt en ik wil drie thema's in mijn presentatie nemen. De eerste is waarom een hele wijk in hout bouwen. De tweede thema dat ik wil aanraken is wat betekent dit voor het proces, voor het ontwerpproces van een stedenbouwkundige plan. En het derde thema is wat zijn de uitdagingen dat wij hebben in een wijk helemaal in hout bouwen. Ging heel snel. Doe niet. Ja. Spring helemaal tot aan de eind. Sorry, maar nee, is niet de goede plaats. Ja, kunnen jullie? Ja,
naar achter, omdat hij nee, helemaal naar het begin. Ja, voort, nog meer. Ja, we beginnen hier. De volgende. Ja, daar. Eigenlijk, jullie zien woensdag in de Nelson Mandela buurt. Is een document dat was, is vastgesteld bij DB, dagelijks bestuur van Zuidoost. Maar eigenlijk staan de belangrijke elementen voor de stedenbouwkundige plan van de Mandela-buurt. Zijn de uitgangspunten, dat gaat over vier thema's. De eerste thema was eigenlijk dat het Mandela-park samen met de Mandela-buurt maken een eenheid. Het tweede element was, eerder was een plan gemaakt voor de Mandela-buurt, dat was eigenlijk 2000 woningen. En door de inspraakprocedures, ze hebben aan ons gegeven dat maximaal moeten wij 700 woningen maken. De derde thema is dat eigenlijk de bevolking van Zuidoost en hun tradities zijn eigenlijk een gegeven voor het stedenbouwkundige plan. En de vierde element is eigenlijk dat met de Mandela-buurt wij moeten versterken de identiteit van de Bijlmer. Zo, vier belangrijke elementen, dat waren de uitgangspunten voor de planvorming van de Mandela-buurt. Ik ga iets eerste waarom. De identiteit was een belangrijk element in de onderzoek van waarom wij gaan doen iets in de Mandela-buurt. Zo, de bevolking is een mix van verschillende mensen, die komen van de hele wereld, maar de meerderheid komen uit Suriname. En in mijn onderzoek heb ik gevonden eigenlijk de brownstone-woningen. De brownstone-woningen zijn woningen dat zijn prefab in hout. En als je aan iemand van Suriname vraagt, ken je de brownstone-woningen? Ze gewoon zeggen, ja, ik heb gewoond daar of ik heb gegroeid daar. En wat is belangrijk eigenlijk is dat het een prefab, flexibel. Je kan bestellen in één kamer, twee kamers of drie kamers. En het andere element is dat op begane grond, eigenlijk de footprint van de begane grond is kleiner dan de eerste verdieping. En op de begane grond zit de keuken plus de sociale ruimtes. Zo de mensen gebruiken eigenlijk de sociale ruimte en de begane grond en soms in de galerij of de balustrade daarboven. Dat is de tweede element is eigenlijk wat is de Bijlmer. En als wij zien de tradities van de stedenbouw in de Bijlmer, wij kunnen zien eigenlijk dat Bijlmer is bekend als een robuust stedenbouw. In de jaren 60, 70, wij hebben de Groningplaats in één keer gedaan, een nieuwe stad gebouwd. Maar daar een aantal jaren, die heb niet goed gewerkt, zo. Wij hebben allemaal gesloopt en wij gingen naar lage dichtheid, kleine gebouwen. Zo altijd grote stappen in de stedenbouw. Dat maakt ook de identiteit van de Bijlmer. Maar er zijn ook de thema's van nu. Dat zijn eigenlijk de verandering van klimaat, de CO2, circulariteit. En in Zuidoost ook is de sociaal en de economische omstandigheden van de bewoners in Zuidoost. Dus bouwen een wijk helemaal in hout is eigenlijk ook een robuuste stedenbouw. Dat maakt relaties eigenlijk met de bevolking, maar ook denken wij dat de identiteit van de Bijlmer kan versterken. En dit is een plaatje van Henning Larsen in Kopenhagen. Dat is de eerste wijk eigenlijk in Europa. Dat is gebouwd helemaal in hout. En was ook een inspiratie voor mij.
Wij hebben een aantal dragers gedaan voor het plan. Ik ga niet de hele plan uitleggen, maar de belangrijke elementen waren de fysieke en de landschappelijke dragers. Maar helemaal onder zijn eigenlijk wat wij noemen de sociale drager. Dat was een beetje een reflectie over wat gebeurde met de brownsellwoningen. En wij hebben een masterplan gedaan in een lange proces. Maar voor die proces was belangrijk eigenlijk de samenwerking. Niet alleen binnen de gemeente, maar ook met mensen buiten de gemeente. Onder andere architecten, Kohler-architecten, Van der Ploeg van Faro-architecten. Omdat een hele wijk in hout bouwen eigenlijk vraagt niet de traditionele manier van de stedenbouw. Eigenlijk vraagt een samenwerking tussen architectuur en stedenbouw. Er moet eigenlijk een relatie staan vanaf de plattegrond van de woningen, de bouwblok, tot de hele stedenbouwkundige plan. Zo, wij hebben een aantal workshops en ateliers samen met de architecten en in de gemeente gewerkt. Dus wij hebben een plan gemaakt dat bestaat uit 10 blokken. Maar ook wij hebben voorzieningen, zoals een school. En over de hele plint, langs de Mandelabuurt, wij hebben ook een aantal commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Wij kunnen zien in die plaatjes eigenlijk dat wij werken ook zoals het beleid van de gemeente, met 40-40-20. Wij hebben een mix van sociaal, middelduur en dure woningen. En in de hele plan eigenlijk wij proberen te mixen een aantal groepen in verschillende manieren. In de plaatje onder zijn alle voorzieningen. Wij hebben een school, alles op één school. Wij hebben een commerciële ruimte zoals horeca. Omdat wij willen terug een beetje brengen het idee dat de begane grond eigenlijk is de levendige plek van de buurt. Zo wij proberen daar de sociale drager te plaatsen. Naar de stedenbouwkundige plan, wij zijn nu in een fase dat wij moeten investeringsbesluit maken. Samen met de stedenbouwkundige plan, wij zijn aan het werken aan een belkwaliteitplan. En in de belkwaliteitplan eigenlijk wij hebben gezien een aantal belangrijke principes. En de principes gaan over ruimte en materialiseren eigenlijk. Het eerste principe is de relatie met de park. Ook de tweede principe heeft te doen met bouwsystemen, met hout. De derde principe eigenlijk is dat wij willen zichtbaar maken het hout en de gevels. En dat is een uitdaging dat wij willen plaatsen aan architecten en ontwikkelaars. En de vierde principe is eigenlijk hout creëren in boomkwaliteit dat is anders dan andere materialen. In de welkwaliteitsplan wij zijn aan het werken met een aantal thema's. Bijvoorbeeld de relatie met de park voor ons is belangrijk. Daarom wij willen dat de binnen buitenwereld zijn gekoppeld met elkaar. Door de opening van grote vensters of door de opening van de begane grond met activiteiten. En wij hebben op plintniveau wat wij noemen de levendige maatschappelijke drager van het plan. Maar wij willen de plint een hoge plint hebben waar een aantal activiteiten zo maatschappelijk, commercieel kan en plaatsvinden. Die meander eigenlijk gaat in relatie met het park. Dat park is een ontwerp dat heeft een Engelse landschap. En wij willen dat uitvoeren eigenlijk in het project Mandelabuurt. Daarom wij hebben gezien dat wij hebben drie schalen eigenlijk. Wij hebben de schaal van de buurt dat wij willen het gevoel hebben dat is een buurt dat is helemaal in hout gebouwd. De tweede schaal is eigenlijk op niveau van de blok. Dat de blok tussen de blokken kan heel verschillende afstraling hebben, het goud. En het derde niveau is het niveau van de tijl. De detail dat wij willen eigenlijk, omdat bouwen met hout eigenlijk is een systeem dat is orthogonaal. Wij willen vrijmaken
aantal details dat maakt eigenlijk de relatie met het park. Dat is de balkonen, de verandas. Dat zijn elementen dat kunnen een bocht hevel geven of kunnen emphatiseren de relatie met het park. Toen de semester van dit jaar wij gaan beginnen met bouwenveloppen. En wij gaan in dit proces werken met verschillende systemen. Maar onze richting is eigenlijk dat wij willen uitdagen naar architecten, developers, ontwikkelaars en bouwers om een systeem te kiezen. Wij willen eigenlijk de Nelson Mandela Park een nest maken voor experimenten en innovatie in houtbouwen. Wij kunnen daar alle ervaringen verzamelen en dat is ook een soort van een bibliotheek voor de toekomst. Onze proces, zoals ik heb gezegd, wij zijn in een investeringsbesluit, maar wij gaan proberen verder te gaan. Wij werken met de coöperaties, in samenwerking met de coöperaties. Wij werken ook met de schoolbestuurders, omdat wij willen dat de school komt in hout bouwen. En verder, met die ervaring, wij gaan de tender voor andere partijen maken. Dus wij verwachten dat dit jaar wij gaan investeringsbesluit hebben en verder in het plan gaan. Dat is onze droom en dat is Mandela Buurt. Prachtige droom, dankjewel. Wacht nog even. Want is this for you, Alex? Could you understand the thing? Is that something because he said it's going to be a sort of library for the future? Isn't that where your fingers start itching and I want to do this too? Well, I certainly think there's a great need for education in timber construction, and it's extremely viable. You know, typically what's happening, I think, is the enthusiasm for wood means a simple substitution of material. Where do you have to build in a different way? And to have a lexicon, if you like, or a library of good details, I think is a great idea. Yeah. Yeah. Is there shared knowledge as well? Do you know each other? Is there a sort of academy where they all meet? Because we're going to listen to the guy who's building it, the highest wooden tower. Is it something that's also you talk about under? The nice thing about the people in the wood industry is that they like to collaborate and they're quite open. So I think, you know, it will happen quite naturally. There's not, I have not noticed a lot of secrecy and competition. I think the only way to work of the scale is working together. Precies. With architects, with developers, and also with bevolking, de bewoners, met de inhabitants. Is het ook iets wat je gaat straks even een biertje gaan drinken met Alex en denkt even wat telefoonnummers uitwisselen? Dat is alvast gebeurd. We gaan nog naar één project luisteren. Dank jullie wel, hè. Prachtig project. Groot applaus. Ik verklap het al, Leander Moons. Hij is architect en founding partner van OMT Architects in Berlijn. Leander Moons Incorporated, Nairobi. En jij spreekt over die allerhoogste Zanzibar, die allerhoogste houten toren. Ook in een stedenbouwkundige omgeving. We gaan straks ook even vragen hoe het Nelson Mandela buurt en dit verhaal bij elkaar passen. Ga je gang. Groot applaus voor Leander. Dank u wel. Dus, houten toren in Afrika, hoe komen we nou daarbij? Dat heeft een beetje context nodig. Dus even heel kort over mijn persoon. Ik ben begonnen als architect, grote bureaus op 3 continenten, gebouwd op 4 continenten. Gedurende corona gedacht, kunnen we niet wat meer bijdragen aan deze wereld? En we hebben ons bureau toen gegrond. Het staat niet voor Outbreak Management Team. Voor degenen die dat misschien denken, want het wel uit die periode komt. En we zijn begonnen met het bouwen van hout in Afrika. Voordat we naar de mooie plaatjes gaan, moeten we een beetje huiswerk doen. Dus probeer het even snel te doen, want we praten altijd graag over houtbouw in complexe projecten. Maar wat de wereld nodig heeft, is natuurlijk een hoop woningen, vooral in Afrika. Dus als we een stapje terug doen, kijken we misschien ook een keer naar eensgezinswoningen. Wat gebeurt daar?
En daar zien we dat Europa eigenlijk een beetje achterloopt op bijvoorbeeld Amerika, waar 80% van de eengezinswoningen in hout wordt gebouwd. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe kan dit nou verhouden tot Afrika? En daar is 50% van de huizen is informeel gebouwd. Nou, dat zijn allemaal eengezinswoningen met eenvoudige materialen, waarvan veel hout. Veel hout? Ja, want Afrika heeft enorm veel hout. Dat vergeten we vaak, want we kijken naar de Sahara. Natuurlijk is daar bijna niks. Maar ten zuiden van de Sahara hebben we enorme hout. Bossen vol met hout. En dat is niet alleen maar tropisch regenhout. Daar zijn enorme plantages waar het hout al 30 jaar staat en nu gekapt wordt in de papiermolen wordt gedraaid, omdat er geen hout wordt gebruikt voor constructie. Dus kunnen we dat niet veranderen? Dit een plaatje, dit is zuidelijk Tanzania. Het rijdt voor uren en het zijn alleen maar plantages, allemaal volgroeid hout. En we hebben natuurlijk enorm veel hout in onze traditionele bouw in Afrika. Dit is Stone Town in Zanzibar. Omdat wij in Zanzibar bouwen, is dat natuurlijk iets waar wij onze inspiratie vandaan halen. Zo, we gebruiken het voor constructie, we gebruiken het in onze ramen, we gebruiken het in het interieur. Maar wat Afrika echt anders maakt dan de rest van de wereld, is natuurlijk de challenge die we hebben in de demografie van Afrika. In de komende 20 jaar verdubbelt de bevolking van nu 1,2 miljard naar 2,5 miljard. En dat betekent dat we enorm veel huizen moeten bouwen. Ik zal het rekensommetje niet maken, maar het komt neer op ongeveer 400 miljoen huizen in de komende 20 jaar. Dus als we over sustainability gaan praten, misschien moeten we erover nadenken daar waar we huizen bouwen, dat we daar dat ook op een sustainable manier gaan doen. En dat proberen we. En dat is lastig, want het is natuurlijk nieuw, niemand doet dat. Dus we moeten veel verder kijken dan alleen ons métier als architect. We beginnen echt al in de forestry. We werken samen met de sawmills, met de produceerders, met de contractors, om dan uiteindelijk die woning te bouwen. En dat doen we op het moment in de stad, Fumba Town, waar we proberen zoveel mogelijk houtbouw om te zetten. Op het moment zijn we bij ongeveer 50% van de bouw die er is gegaan. En we hoorden net over mooie stedenbouwkundige dingen. We hebben begonnen hier, toen waren we als architect niet geïnvolveerd. De engineers hebben een stad ontwikkeld. Dus we hebben al gaandeweg zeg maar, een beetje architectuur daarin proberen te brengen. En dit is de stad vandaag de dag. Daarover dadelijk meer. En de stad is niet alleen gebouwen. De stad begint natuurlijk met groen. We zijn in een tropische context, dus schaduw is belangrijk. We hebben compleet permaculture in de stad, zodat we echt sustainable zijn. Ook in de manier waarop we ons afval hergebruiken, dat weer verkopen. Daar linksonder aan mensen die hun huizen daar kopen voor hun tuinen. En natuurlijk willen we een community opbouwen. En dat is allemaal veel belangrijker dan onze eigenlijke huizen. Want dat beleeft de stad. Dus hoe doe je dat? 8 jaar geleden, dezelfde stad, 2 huizen, zo is het begonnen. Houtbouw, waar hout als inferieur materiaal wordt gezien, wie gaat dat kopen? Hoe gaan we dat doen? Dus we beginnen met 2 huizen, eentje in steen en beton gebouwd en 1 huis in hout. Heel eenvoudig, de huizen staan daar omcirkeld. Heel eenvoudig principe, hout framework, prefabricated next to the stad. En niemand wist of het ging werken. Uiteindelijk hebben we van die eerste 600 huizen de helft in hout gebouwd. Die verkopen we niet meer, want 1 huis op een groot stuk land, dat is niet echt, dat zet geen zoden aan de dijk als we die 400 miljoen huizen moeten bouwen. Dus we moeten onze dichte van de huizen intensiveren. Dus hoe gaan we van 1 verdieping naar meerdere verdiepingen? Dat was het volgende project wat we toen hebben gedaan. In Nederland is dat altijd leuk om te vertellen, want het is een Haagse portiekwoning. Dat kent niemand ergens anders. Maar heel eenvoudig, van 1 wordt 2 verdiepingen. En dat was natuurlijk alleen maar mogelijk door CLT te gebruiken. Dus we hebben voor het eerst CLT in Oost-Afrika gebruikt, hier voor de daken. De rest is nog steeds eenvoudig houtraamwerkbouw, wat we als draagstructuur gebruiken voor de rest van de woningen. Dus 4 onder 1 kap. Grappig
ander effect was. We moesten de trap conventioneel bouwen uit veiligheidsoverwegingen met betrekking tot brand. En die is er naar de hand ingebouwd. Want hout is veel preciezer dan steen en beton. Heel even wat kleine plaatjes, ik ga er snel doorheen. De huizen worden opgebouwd in ongeveer 6 weken. En dan staat het huis, inclusief het interieur. Een beetje afwerking met de keuken moet nog komen. Belangrijk is natuurlijk als architect dat we niet alleen maar over houtbouw nadenken. Maar juist ook in een tropische context over alle passieve ontwerpmethodes nadenken. Dus cross ventilation, permanent sunshading. Sorry voor de Engelse termen, maar normaal doe ik dit in het Engels. Dus dat moet allemaal geïntegreerd worden in dat huis. Om ook een binnenklimaat te creëren wat aangenaam is. En dat was ook uiteindelijk het kritische argument voor veel mensen om het houten huis te willen hebben. Omdat in dat huis je niet de muffe geur hebt van een conventioneel gebouwd huis. Dus als we weer die twee huizen naast elkaar zetten, dat was het een van de entscheidende, zoals de Duitsers mooi zeggen, factoren voor veel mensen om voor het houten huis te kiezen. Nou, van 2 moest 3 verdiepingen worden, dus we zijn een stukje verder gegaan. We hebben een compleet massief houten huis ontwikkeld als een soort van rijtjeshuis. Flexibele plattegrond die meerdere woningen kon onder 1 kap kon brengen. Met steeds modulaire elementen die we weer inzetten in al die verschillende configuraties van het huis. Ziet er natuurlijk hartstikke mooi uit. Was ook hartstikke leuk om te bouwen. Komt als een soort Lego pakket op de bouw. En ook de mensen in Afrika zonder enige ervaring met houtbouw konden dat binnen 1 week in elkaar zetten. Fantastisch. Behalve de prijs. Want ja, als je een huis gaat bouwen, ga je ook geen huis compleet uit beton bouwen. Dat heeft gewoon veel te veel materiaal nodig. En naar ons idee is eigenlijk hetzelfde met CLT aan de hand. We vinden het allemaal fantastisch, dus ik vond het ook heel leuk om te doen, maar ik doe het nooit meer. Deze twee axonometrieën geven dat duidelijk weer. Links is het axonometrie van het eerste huis en rechts is van het tweede huis wat we hebben gebouwd. Daar hebben we gedacht van waar hebben we eigenlijk die CLT echt nodig? Dat is alleen in de kern en alleen in de vloeren. En de rest hebben we weer met lokaal hout gebouwd. En zo ook veel meer lokaal hout gebruikt en niet het hout geïmporteerd. En natuurlijk het trappenhuis, dat is een beetje architectuur. Dat vindt de architect natuurlijk leuk, dus dat houden we mooi in CLT. Zodat dat mooi als warm kernelement in het huis behouden blijft. Nou, dat was allemaal leuk. Dus we hebben kleine huizen gebouwd, 2 verdiepingen, 3 verdiepingen. We doen dat in Afrika als enige, maar niemand die daar echt interesse in had. Dus we hebben gedacht van wat moeten we nou doen om dit op de wereldkaart te zetten? Om mensen hierin geïnteresseerd te krijgen, zodat we dit verhaal, zoals vanavond hier voor jullie, kunnen vertellen. En samen met de opdrachtgever hebben we gedacht, nou ja, dan moeten we gewoon iets raars doen. Een hoogtoren ontwerpen. En dat is de Burj Zanzibar geworden. Er staan wat hele spannende dingen te gebeuren waarover ik helaas nog niks mag zeggen. Dus ik kan niet te veel van het project ook nu laten zien, omdat er een aantal dingen gaan veranderen. Maar dit heeft een enorme waterval aan reacties teweeg gebracht. En ook de interesse in houtbouw in Afrika enorm aangezwengeld. En dat was natuurlijk precies ons doel. De toren is ontwikkeld, hetzelfde als die andere projecten, als modulair systeem. De façade is daar een goed voorbeeld van. Net zo modulair als de woningen daarbinnen, waarbij we alles van een studio tot 3-kamer appartement kunnen afbeelden en dat helemaal niet van tevoren hoeven vast te leggen. Want wat we natuurlijk eigenlijk willen, is niet hout bouwen voor mensen die het geld hebben en die het kunnen betalen. In Afrika hebben we het probleem dat we moeten bouwen voor de mensen die niet zoveel geld hebben. Overigens, als overal in de wereld, affordable housing is overal een enorm thema. Dus we hadden eerst die eerste projecten nodig om tot dit project te komen. JJ Living, JJ is hallo in de lokale gebruikstaal. Of omgangstaal.
En dat is het eerste project waar we ook echt gunstige woningen kunnen bouwen. Hier beginnen de woningen bij $10.000 voor een kleine studiowoning. En dat is natuurlijk weer niet alleen het gebouw, het is ook de sociale context waar we zeg maar, de gebouwen zo hebben gepositioneerd dat we een privé courtyard hebben. We hebben natuurlijk een cultuur waar de privaatsfeer heel belangrijk is. Maar tegelijkertijd willen we ook geen achterkant van het gebouw creëren. Dus we willen ja die mooie courtyard waar je rustig kan wonen in je eigen omgeving. En die courtyard heeft natuurlijk een bepaalde relatie tot de traditionele bouw. Dus hier zie je twee voorbeelden bekend uit Stone Town. Het huis bouwen van een pergola, een balkon, een portico in hout is lokaal heel gebruikelijk. Als balkon, als sociale ruimte, als portico om in de ruimtes te komen. Maar vooral natuurlijk ook vanwege de zonwering die dat nog extra biedt. Dus ditzelfde principe hebben we ook opgenomen. En daarbij was het ons natuurlijk heel belangrijk dat we niet alleen maar nadenken over hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk bouwen, maar hoe kunnen we ook zo divers mogelijk bouwen. Dus we hebben een casco ontwikkeld waarvoor we dan 64 verschillende woningen hadden die we daarin konden implementeren. Toen heeft de opdrachtgever gezegd dat kan niet, want dat kan ik niet verkopen. Niemand begrijpt dan waar welke woning is. Dus uiteindelijk zijn het er 14 geworden die we erin integreren. En dat gaat dan van een kleine doeka is shop of werkplaats, van studio apartment tot 1-bed, 2-bed en 3-bed room apartments. En daar komen we bij die achterkant. Dus het was belangrijk dat die gebouwen geen achterkant hadden. In de lokale context is het hebben van een klein winkeltje of een klein office of zoiets heel belangrijk. Dus we hebben die achterkant gebruikt om juist die vraag naar kleine ruimtes voor mensen die daar werken te bieden. En tegelijkertijd daardoor ook een publieke ruimte te creëren. Zelfde principe, zo dus hier voorheen zag je twee plaatjes van CLT naar wanden voor wanden en vloeren met CLT. Hier zijn we nog een stap verder gegaan. We hebben dat kritisch bekeken en gedacht, waar kunnen we nou zoveel mogelijk lokaal materiaal inzetten? Natuurlijk hebben we geen CLT-productie in Tanzania, maar we hebben wel veel hout en dat hout kunnen we gebruiken. Dus hoe kunnen we nog verder weggaan van zeg maar, importeren en nog meer lokaal bouwen? Tegelijkertijd natuurlijk ook hoe kunnen we de kosten besparen en hoe kunnen we ons gebouw zo veilig mogelijk houden? Dat heeft erin geresulteerd dat we een tweede gebouw met een conventionele ground floor bouwen. Zodat we wat meer verder weg van termieten zijn, dat we wat verder weg van het water zijn. En dat we die winkels toegankelijk kunnen houden, want we moesten anders hele hoge opstappen bouwen om het hout ver genoeg van de bodem te brengen. Natuurlijk denken we ook veel aan alles wat je moet doen, brandwerendheid, akoestiek. In een context waar natuurlijk geen regelgeving is. Dus als architect sta je met één been in de gevangenis of waar dan ook, want je neemt die verantwoordelijkheid op je. Dus daar hebben we de consultants uit Europa die ons daarbij helpen om te definiëren wat werkt. En wij kijken dan weer van hoe kunnen we dat weer optimeren ook in relatie tot het bouwmateriaal. Dus we zien hier een grid. Elke derde wand is een brandwerende wand, 60 minuten. Elke wand tussen appartementen is 30 minuten. Dat is een mengeling van het Engelse en het Zwitserse bouwrecht, wat we samen met onze consultants hebben ontwikkeld. Speciaal voor dit gebouw. En dan kijken we nog verder, want dan gaan we ook natuurlijk erover nadenken. We zijn in Tanzania, we moeten het ook naartoe brengen, het materiaal. Dus het is 3 maanden op zee. Het is niet zo handig als we het alleen maar in één gebouw kunnen gebruiken. Het is ook niet zo handig als elk element anders is dan het andere. Dus we zijn begonnen links met een verbindingsvloer waar CLT een toplaag van beton had. Daar zijn we van weggestapt, want we moesten een curve in al die elementen maken. Nou, dan waren ze allemaal mooi genummerd. Gaat prima. Als één container blijft hangen, dan staat de hele bouw stil. Dus we zijn naar een heel simpel systeem. Dat kan helaas in Europa niet vanwege akoestiek, maar in Afrika wel. Want, en in Amerika trouwens ook, want daar zijn de normen iets lager. Naar een meerveld drager gegaan. En dat beeldt zich natuurlijk ook af. En heel kort, een klein
kijk je in de keuken in de detaillering. Links is het detail van het eerste gebouw wat we hebben gebouwd. En rechts is het detail van het laatste gebouw wat we hebben gebouwd. Het ziet er duidelijk eenvoudiger uit. Er zijn een paar rare dingen. Daar wil ik heel even de aandacht op vestigen. Links bouwen we met hout uit Zuid-Afrika. En hout uit Zuid-Afrika, dat groeit 2 keer zo snel als het hout wat we hier kennen. Als het 2 keer zo snel groeit, betekent dat helaas ook dat het 2 keer zo snel brandt. Dus het grootste probleem wat we hadden toen we met lokaal hout gingen bouwen, vooral met massief hout, was dat ons punt waar de vloer op de wand op ligt, wegbrandt. Vandaar de iets wat andere details. Die hebben we dan ook weer naar beton overgezet, want beton is krom en scheef en in Afrika nog veel schever en krommer. Dus hoe meer toleranties we konden inbouwen, hoe beter. En ook daar is weer de afweging geweest. Zuid-Afrikaans hout voor wanden, vloeren. Of nemen we Europees hout voor de vloeren, brandt minder snel. Dus we kunnen zeg maar, een aantal van die moeilijke details weer vereenvoudigen. Maar daarvoor lokaal hout in alle wanden. Dus het is een constante afweging tussen supply, demand en availability. En dat gebouw wordt nu op het moment gebouwd. Het hout is in de containers. In juli begint die assembly voor het eerste gebouw. En later dit jaar trekken dan daar nog de eerste mensen in. En hier een klein voorbeeldje om het af te sluiten. Dus dat wat we hebben geleerd in dit project. Die bouwmaterialen worden 1 op 1 ingezet in het andere project. Het ziet er heel anders uit. Maar het zijn precies dezelfde modulaire elementen die we voor allebei de projecten gaan gebruiken. En zo proberen we dus echt die kringloop samen met de lokale partners te sluiten en een vraag voor hout in Afrika te creëren. En hopelijk ziet het er dan in de nabije toekomst zo uit. Daar in het rood zijn die 2 huisjes. En dit is een foto en een rendering ook. Waanzinnig. Leander. Wow, wat een inspirerend project. We gaan er zeker nog over doorpraten. Dat is denk ik voor de Mandela-buurt ook inspirerend, hè, lijkt me. Toch dit? Wat is het, Norton, wat is het meest in het oog gesprongen voor jou? Wat inspirerend zou kunnen zijn voor de Mandela-buurt? Ja, ik denk de manier dat jij hebt gebeurd met hout is belangrijk. Omdat van een ervaring naar de andere. En dat is wat wij willen hier ook zien. Ervaring hebben in... Ervaring opstapelen ook. Wat ik interessant vond, wat ik ook wel in Zuidoost als programmamaker zie, is dat wat ik in dat project zo mooi zie, en dat zal misschien Alex ook wel aanspreken, is dus die sense of community, dat je dat in die begane grond winkeltjes hebt. En dat is denk ik ook iets wat in Mandela Park heel goed zou kunnen werken. Want dat eindeloze maar transparant doorkijken in je woonkamer is volgens mij helemaal niet zo fijn. Voor heel veel mensen. Maar wel je bedrijfje daar aan de deur hebben, toch? Dat is toch denk ik iets ook wat heel goed zou werken om het community. Wij willen eigenlijk op begane grond organiseren het sociale leven. Ja. En wij hebben... Maar ook nering, ook winkeltjes. Ja, precies. Precies, heel goed. We gaan straks ook in het panelgesprek vast bij jullie terugkomen. Ontzettend bedankt. Nog een applaus voor Leander. Voor een prachtige... Oh, Leander, nog één ding. Je had het over duur, hè? Want daar gaan we straks in het panel ook over door. Hoe is dat nou? Hoe heb je dat nou? Je hebt het opgelost door het te laten zien. En uiteindelijk ook met het lokale hout. Is dat de slag geweest die je hebt moeten slaan? Ja, lokaal materiaal is natuurlijk... En ik denk dat als architecten moeten we echt ook zo denken. We kunnen wel goedkoop denken, maar we moeten vooral lokaal denken. Want dat bouwt ook de lokale industrie op. Dus voor ons, we kunnen nog niet concurreren 1 op 1 met conventioneel bouwen, helaas. Nee. Maar we kunnen wel laten zien dat de bouw die we ondernemen, dat ook voor de lokale bevolking een impact maakt. En dat is ook een goed verhaal wat de lokale politici, die ons natuurlijk moeten ondersteunen, ook zien nu. We hebben bijvoorbeeld naast onze stad is nog een tweede stad in aanbouw. Dat project is niet gelukt, omdat ze niet... Die community hebben meebedacht en geen lokaal materiaal hebben. Precies, nou ja, dat is ook altijd wat ik van Alex de Rijk heb gelezen, is dat inderdaad ook de
een van de belangrijke pijlers in de community building en dat soort dingen. Oké, dankjewel. Dan wil ik voor het panelgesprek, en dan mogen jullie ook in actie komen straks hoor, Maaike Perenboom, ontwikkelaar bij Synchrone Voorvragen, en Tim Vermeend, waar zijn jullie? Hebben jullie nog een beetje... Kom heel langzaam naar voren. Ja, jullie zijn natuurlijk helemaal... Ga daar staan. Dat is denk ik de plek. Ik schuif een beetje op. Fijn dat jullie er zijn. Even straks jullie eerste reactie. Even een kleine introductie. Maaike, je bent ontwikkelaar en circulair strateg bij Synchrone. Ontwikkelaar. Je bent de marktpartij die moet doen. En Tim, je bent creatief directeur van Urban Climate Architects in Delft. Dus jij bent ook echt vanuit het onderwijs. Hè? Ook jij weet heel goed hoe je die dingen moet voortzetten. En denk na over de vormentaal voor een houtbouw. Onder andere. Welkom. Een applausje voor deze twee. Zij gaan ons verder helpen. En ook verder reflecteren op wat we hebben gehoord. Maaike, je bent wel circulair strateeg, maar je werkt ook bij een ontwikkelaar. Wat is jou het meest bijgebleven van deze presentatie? Waarvan je denkt, dit moet ik meteen oppakken, dit kan ik heel goed in mijn werk gebruiken als ontwikkelaar? De wijde range aan vormentaal die je voorbij ziet komen. Ja. Dat geeft gewoon heel veel mogelijkheden. Noem even ietsjes dichterbij. Ja, heel veel mogelijkheden, ja. Ja. En als je het hebt over dat is waar I brutally had to onderbreken Alex in zijn fantastisch verhaal over hoe healthy, hoe wellness en health belangrijk zijn in die... In dat hout, hè? Dus echt die grafieken waren echt verpletterend. Dat lijkt me toch iets, hè? Als we het even hebben over de nitty-gritty, echt het slijk der aarde, het geld. Is dat dan niet ook een manier om zorgverzekeraars zover te krijgen, health insurances, die dit soort dingen... Is dat iets wat al gebeurt of niet? Nou, ik weet dat daar gesprekken over worden gevoerd. Het is wel best wel ingewikkeld om aan te tonen waardoor het komt dat iemand gezonder is. Ja. Maar toch zijn dit soort cijfers zijn. Ken jij deze cijfers, Tim? Dat hout echt werkelijk een invloed heeft op de levensduur van de mens? Ja, er zijn heel veel cijfers en inderdaad heel veel onderzoeken die dit aantonen. Mm-hmm. Maar je stelt een algemene vraag, dus ik snap ook wel het antwoord. Ja. Kijk, er zijn meer dingen. Er rijden veel auto's langs, er komt fijnstof vrij. Er is veel geluid, dus ik kan me wel voorstellen dat het moeilijk is om het precies te pinpointen op hout of beton. Mm-hmm. Wat wel helder is dat, dat we over moeten naar een ander materiaal in de totale transitie. Ik denk dat wel duidelijk is. Ja, precies. Want jij hebt ooit eens gezegd, hè, we kopiëren nu de taal. Hè, als het gaat over, want we hebben het over vormtaal. Laten we daar even, hè, we gaan even mooi naar de esthetiek in plaats van alleen maar het geld. Maar als we het hebben over, hè, jij zegt, we kopiëren nu de taal van Mies van der Rohe en Le Corbusier. We kopiëren typologieën. Terwijl we moeten zoeken naar nieuwe vormen, een nieuwe taal, die een nieuwe dialoog op gang brengen. Ja, dat is wel grappig, want ik wist niet dat Alex de presentatie over eigenlijk daarmee zou beginnen. Ja. Maar ik denk wel dat het echt een heel goed voorbeeld is om te laten zien. Op een gegeven moment is beton uitgevonden en gebruikt als materiaal. En in die zin, in die tijd, denk ik dat het fantastisch is en ons veel heeft gebracht. Maar dat het nu ook alweer tijd is om afscheid te nemen. Ja, van het beton. Ja, nou, ik moet zeggen dat ik het af en toe echt wel toch nog wel heel mooi vind, hoor. Betonbru. Oh, ik vind het fantastisch. Ik ben fan van socialistisch, brutalistische gebouwen. Kijk eens, je komt er eerlijk vooruit. Maar dat is... Er staat, je hebt de beauty en de sublime. Er is een groot verschil tussen iets mooi vinden of iets wat goed is. Ja, precies. En ik denk dat de tijd wel rijp is om te gaan beseffen dat hetgene wat we nu mooi vinden, is ook een stukje historisch besef. En dat moeten we nu gaan opbouwen met een andere taal en met ander materiaal. En als we het die kans niet geven, dan ontstaat die taal niet. Nee, en die taal, is dat iets waar je... Ik kan me voorstellen, is dat bij ontwikkelaars ook voor in het hoofd, dit soort dingen? Of moet je dat er echt een beetje inbrengen? Deze verandering, echt die hele systematische verandering, we moeten die dialoog aangaan. Hè? Niet over, het moet goed zijn en niet alleen maar mooi. En ook goed. Is dat iets wat ontwikkelaars ook oren naar hebben? Nou, ik denk voor ons de belangrijkste drijfveer om in hout is te gaan bouwen, is het klimaat. We kunnen echt niet meer de CO2-uitstoot genereren die we hebben gedaan de afgelopen decennia. En het bouwen in hout is een hele belangrijke verandering die tot grote reductie gaat leiden. En staan ze ook open voor die vormentaal? Staan ze ook open om anders te gaan denken? Hè? Om met die makers en ontwerpers aan tafel te gaan zitten? Nou, dat is best wel een grote opgave. Het is echt een transitie waarin we in zitten, waar iedereen mee moet. Hè? Het hele ontwerpteam, iedereen moet ervaring gaan opdoen. Alle bouwers moeten veel meer ervaring op gaan doen.
We hebben natuurlijk decennia lang in beton gebouwd en daar zijn we ongelooflijk goed in geworden. Ja. Iedereen in de keten weet precies hoe alles moet. Ja. En nou moet iedereen om richting houtbouw. En ja, dat is even, dat vergt even tijd. Ja, precies. Het is nog steeds een, dat heb ik gelezen, hè, in mijn enorme voorbereiding. Maar dat in het onderwijs, hè, in het pure technisch bouwonderwijs, dat hout nog steeds een beetje ondermaats is. Daar moeten we toch beginnen bij die kinderen. Of ja, helaas wel. Maar er is gelukkig bekendgemaakt dat de TU nu een houtbouwhoogleraar gaat aannemen. Dat zal in ieder geval wat schelen. Zijn er al namen bekend? Wie gaat dat doen? Ja. Dus er knikt hier iemand. Oh, dan mag ze niet. Mag niet zeggen. Ze zit echt helemaal. Zou het niet zeggen? Oké, okay, maar het is een leuk jong. Eerste stap is uit er iemand? Ja? Vrouw? Man? Nee? Nee, eerst, nu is het niet schrikken. Maar oké, dat is fantastisch. Een houtbouw. Dat is op de TU Delft. Dus dat zijn de ontwerpers. Maar de bouwers die dat moeten voelen. De jongens op de bouwopleidingen, de ROC's, krijgen die dit soort dingen ook? Want hoe merk jij dat op de bouw? Hè? De ontwikkelaar, jij moet met bouwers werken. Zitten die erop te wachten of denken die, joh, doe niet zo moeilijk? Nou, de opleidingen weet ik niet, maar ik werk natuurlijk wel samen met heel veel bouwers werken wij samen. Ja. En die zijn op dit moment wel echt hun nek aan het uitsteken en aan het proberen, aan het testen. Die zijn houtbouwprojecten aan het oppakken en aan het kijken. Hoe werkt het nou het beste? Hoe brengt dit het beste aan? Hoe zorg ik voor die stabiliteit? Hoe zorg ik voor die bufferwerking? Daar wordt nu, is iedereen gewoon meters in aan het maken en ervaringen aan het opdoen. Ja, nou is het natuurlijk, en dat is ook jouw taak natuurlijk, om de mensen mee te nemen, die dialoog aan te gaan. Maar vooral wat ik in het begin al zei, ik weet ook niet dat mensen in de zaal dat ook hebben, dat over het algemeen nog gedacht wordt, ik heb het inmiddels al helemaal losgelaten, maar dat het houtontwerpen, dat is een van de stellingen. Hè, als het om hout gaat, ontwerpen architecten nog als kleuters. Hè, we hebben het over Lego, we hebben het over plakken, knippen, duwen, trekken, dat soort dingen. Is dat niet hardnekkig? Of tot en met de gestapelde sauna's dat ik in het begin zei. Moeten we daar ook niet wat aan doen? Ja, dat is echt heel lastig. Ja, en ik vind dat ook echt, inderdaad, die stelling. Dat betekent niet dat er fantastische voorbeelden zijn, maar als bij ons, als ze van ons op kantoor komen en we moeten beginnen met opleiden, dan is dat best een ingewikkelde opgave, inderdaad. En het is een beetje alsof iemand helemaal opnieuw begint om de vormtaal te snappen, om overspanningen te snappen, om krachten te snappen. Ja, ja. Is dat zo? Hebben mensen, zitten hier jonge studenten in de zaal die zeggen, ja, dat houdt, dat vind ik echt onwijs moeilijk, doe mij maar gewoon. Of mensen die zeggen van ja, ik vind het ook echt kinderachtig wat ik af en toe. We zagen van het begin van Bart de plaatjes van alle houten gebouwen in Amsterdam. Beetje blokkerig nog. Behalve Alex, die heeft natuurlijk een prachtige. Maar dat is Engeland. Zo. Maar they think backwards. So, we kunnen dat meenemen. Zijn er mensen die dat ook. Die architectuur echt helemaal niks vinden? Ja, mag ik iets zeggen? Kom. We staan hier. Ja, wacht even. Rustig. Hou vast. Jij mag. Ja. Ik voel energie. Ja, hier. Nee. Voor een enigszins rationeel denkende architect en ingenieur is het helemaal niet zo heel veel moeilijker. Nee. Het zijn iets andere vuistregels, iets andere details dan wat je misschien in school hebt geleerd. Je moet er niet zo heel erg moeilijk over doen. Nee, best simpel. Best simpel. En de dingen die je van Alex zag, hè, die mooie ronde, dat zijn dingen waarvan je denkt, nou, dat schaaf ik zo mijn schuurtje er wel in elkaar. Die man die denkt echt essentieel anders na. Maar als we het hebben over dit soort grote projecten, dat is. Ja, dat is niet zo moeilijk. Maar dat essentieel. Niet heel, heel wezenlijk anders. Maar wat u waar zegt Alex is. Over heeft, dat is echt, echt essentieel anders. Maar dat is niet die grootschalige woningbouwprojecten. Overspanning een beetje anders, dikte is een beetje anders. Niet te moeilijk over doen met z'n allen. Oké, okay, dat is duidelijk. Dat vind ik ontzettend goed. En een heel goed punt ook. Want daarnaast moeten we ook essentieel anders gaan denken. Is dat ook iets, Tim, waarvan je denkt van, wat deze meneer zegt, je kunt het bouwen, prima. Maar wat jij precies zegt, dat kinderachtige. Moeten we niet zoals essentieel dus die kennis van het echt, die vormtaal vinden en echt sublieme dingen maken? Ja, ik denk dat het zeker toegevoegde waarde heeft. Tuurlijk kun je inderdaad dozen gaan stapelen weer opnieuw. Of structuren gaan uitleggen. En ik denk dat we dat ook echt moeten doen. Maar misschien zoals in het begin met beton werd geëxperimenteerd met vormtaal. En we nu opnieuw moeten gaan kijken hoe zit hout nou echt in elkaar. Wat kunnen we ermee en wat doet het voor ons andersom. Ja. Zou zonde zijn om die kans te laten liggen. Ja, precies. Dat betekent niet dat je niet hoeft op te schalen. Ik denk dat we nu wel echt moeten opschalen met hout en moeten stoppen iets een pilot te noemen. Ja, zover zijn we inmiddels al. Het is echt niet nodig om meer een pilot te zetten. Volgens mij kunnen we gewoon bouwen.
Maar we kunnen maar ook nog veel leren. Maar snap je ook? Kijk, ik krijg een lekker glaasje wijn. Kijk, Alex wordt helemaal verwend. Dat is waar, dus er moet tempo. Hè, dus, maar mensen zijn erg bang dat met dit tempo, misschien kan je dat wel herkennen, Mark, hè, er moet ongelooflijk veel woning gebouwd worden. We moeten ook die vormtaal gaan uitvinden. Dus we moeten allebei doen. Want ik snap heel goed wat je zegt. Hè, maar de angst is, ja, maar dan bouwen we iets wat we over, hè, alleen maar die blokkendozen, want het gaat lekker snel, het gaat enorm snel. Is daar, merk je dat ook, de druk, hè, van als ontwikkelaar, als marktpartij, van ja jongens, we moeten wel een beetje gaan opschieten. We kunnen wel eindeloos gaan vormentaal gaan vinden. Maar we moeten ook gewoon goed, normaal goed bouwen. Zoals onze wethouder zegt, goed is goed genoeg. Is dat niet een groot gevaar? Nou, tot nu toe hebben wij al onze projecten gewoon de reguliere processen doorlopen. Waar je langs welstand gaat, waar je goedkeuring vraagt. En ja, waar je gewoon door alle normale normen zoals elk gebouw gaat. Hè? Dus wellicht is het back-end een module of niet. Hè? Dat hoeft ook helemaal niet. Je kan ook, wat we langs hebben zien komen, in kolom-balkstructuur of in CLT 2D-pakketten werken. Maar het gaat om hoe je de afwerking en de verschijningsvorm aan de buitenzijde doet. En ja, dat wordt gewoon net zo beoordeeld als andere bouwwerken. Okay. Dus de vrees zit er misschien in de snelle tijdelijke modules waar u naar refereert. Ja. Ja, precies. Dat een beetje enger voor, hè? Dat daar de angst zit dat het dan niet mooi genoeg wordt. Er zijn hier ook een paar stellingen die daar misschien een beetje op aansluiten. En wat die meneer ook zegt, schakel dan, hè, als je het goed wil doen, hè, we moeten snel bouwen, we moeten nu niet zo geen pilots meer bouwen, maar gewoon doorgaan. Schakel dan altijd houtarchitecten en houtconstructeurs in. Ga niet met mensen werken die dat nog niet kennen, maar pak die houtarchitecten erbij. Is dat iets wat, sta je achter die stelling? Altijd met houtarchitecten? Nee, want dat zou gemeen zijn voor alle mensen die starten. Ja? Nee, ik denk dat we elkaar moeten meenemen. Ik denk dat je wel hulp kan vragen. En wat net al gezegd werd, de meeste houtarchitecten zijn best wel open. En dat betekent dat als je een project binnenkrijgt en je wil hem van hout maken, kun je volgens mij prima een collega bellen om even een paar lessen te volgen en hem gezamenlijk op te pakken. En dan gewoon als eigen architectuur door te zetten. Ik zie geen reden om echt dat te gaan beschermen als houtarchitecten. Nee, maar volgens mij is inderdaad wel, toch Maaike, het een nu belangrijk dat zeker in dit soort innovatieve manieren van, hè, dus echt innovatie, andere vorm. Je gaat uit, hè, wat Alex ook ooit eens zei, je gaat uit van het hout en niet van de stijl. En je gebruikt het materiaal als uitgangspunt. Dat je dan echt met maker en ontwerper samen veel meer moet werken. Hè, dus het materiaal veel meer. Ja, klopt. En een houtconstructeur is ook vrij essentieel. Hè? Want wat net al werd genoemd, de krachtswerking en de afdrachten werken anders. Ja. En je wil wel een veilig gebouw garanderen. Dus een constructeur die ervaring heeft en weet hoe die met houtconstructies omgaat, die is wel essentieel. Lijkt mij ook, hè? Want ik begreep van Alex in het voorgesprek dat wij hebben, dankzij inspanningen van bepaalde mensen hier in de zaal, voor elkaar gekregen dat we 20% in hout moeten bouwen. Terwijl waar het ongelooflijke mooie nieuwe vormen worden ontworpen, hè, met die gekke Engelse crazy people, fantastisch creatief, maar vervolgens they look backwards door die ene brand in die sociale huurflat waar geen enkel splintertje hout in zat, durven ze niet meer met hout te bouwen. Dus daar mag het niet meer. Dus wat jij zegt, die veiligheid, die de constructeur, dat is denk ik toch wel heel hardnekkig ook, hè Tim? Ja, zeker. Ik moet zeggen dat wij op de projecten, we hebben zo'n 90.000 meter in ontwerp, altijd twee constructeurs hebben. Dus op dit moment hebben we de constructeurs van de rond. Wat zei je nou? Twee constructeurs? Eentje voor de details, specifiek van de leveranciers. Mm-hmm. En één hoofdconstructeur, zodat ze met elkaar samen het optimum kunnen bereiken. Dus in de meeste projecten hebben wij inderdaad dubbele constructeurs. Dubbele constructeurs, om die veiligheid te garanderen? Om het beste uit iedereen te halen. Ja, nou, dat is een van de voordelen. Daar moeten we echt wel. Dus in principe is dat dus een verschrikkelijk verhaal dat door één brand, wat niet eens in een hout gebouw was, het niet meer mag. Dus wij krijgen nu de wet van de remmende voorsprong. Dus wij, Engeland heeft de wet van de remmende voorsprong in de industriële revolutie al. En nu, nou ja, dat is allemaal heel treurig, maar we kunnen in ieder geval wel de inspirerende ontwerpen van Alex gebruiken hiervoor. Er was nog een fantastisch leuke stelling, vond ik. Jong geleerd, oud gedaan, wil massa houtbouw. Dus echt, hè, wat die meneer ook zegt, we moeten anders gaan denken. Dan moeten we, als dat een kans wil maken, dan moet het al in het onderwijs van de basisschool zijn opgenomen. Ja, Maaike, ik zie jou lachen. Is dat niet iets? Is dat niet... Nou, wat wel leuk is, ik heb toevallig een paar weken geleden mocht ik vertellen over mijn werk in groep 8 van mijn dochter. En dan had ik verteld inderdaad over een groene wijk en dat we proberen CO2-arm te bouwen.
En het was echt leuk hoe er een aantal kinderen echt helemaal aansloegen en allemaal kritische vragen gingen stellen, hoe we dat dan voor elkaar kregen. Dus het is wel leuk. Het leeft wel ook bij kinderen. Hoe gaan wij duurzamer en anders dingen doen? Daar sloegen er echt een heel stel op aan. Ja. Zijn daar onderzoeken, Alex, hoe kinderen, want je hebt zo'n school gebouwd, hè? Zijn er cijfers van hoe kinderen, hoezo, hè? Je zei het is een zwarte school in tussen mensen die op gasmarkt zitten. Zijn er al cijfers over of is daar iets over bekend hoe de kinderen zich voelen in die school? We were advised to not use wood because we were told there were 1,200 arsonists in the building. And they could no longer get insurance because all of it would be burnt immediately. Obviously, we ignored the advice, and there's been not even any graffiti. They love it. They love it. Yeah. And how are the teaching results? Improvement massively. Morale and attendance and behavior and exams. If you want to measure in exams, they can give you the success rate. But I think the mixed demographic shift is really important now. You know, the white people in the area who would only consider private schools previously are now sending their kids to that school. So. Yeah. Nou, dat krijg je in de Mandela-buurt ook. Dat is de bedoeling. Wat een verhaal. Is dat, Tim, is dit nou niet ontzettend? Zijn dat nou niet dingen, jongens, die we gewoon moeten publiceren, waardoor elke minister van Volksgezondheid met Hugo de Jonge gaat praten, gaat zeggen, jongens, we pleuren nog eens een paar miljard. Is dit niet het bewijs, Tim? Of is... Ik ben het helemaal mee eens. Uiteraard, ja. meer publicatie is altijd goed. Hè. Staat het eenmaal op papier, dan staat het vast. En ik denk dat de houtlobby nu goed werk doet sinds een paar jaar. En mede dankzij een aantal convenanten. Ja. Maar daar kan nog wel een schepje bovenop. Ja, zeker. Maar en Maaike, wat je zei net over je dochter in groep 8. Denk je dan niet, is dat dan niet een enorme kans om daar ook als bouwers en ontwikkelaars daar ook de toekomstige, want bouwen met hout en in modules en in fabrieken en hè, de veel parameters ontwerpen achter de computer. Lekker hout ruiken, maar je hoeft niet buiten te staan timmeren en met je broek half naar beneden te staan metselen en dat soort dingen. Dat hoeft allemaal niet. Het is een fantastisch vak dan. Het is zo. Is dat niet iets? Is dat niet een enorme kans? Ja, ik vermoed dat dat wel een nadelagerschool is, dit soort berichten. Nee, maar nadelagerschool. Maar is dat niet een enorme kans om daar mensen op die opleidingen te krijgen? De bouw is wel echt fijn. We hebben een aantal projecten in de bouw. En ik kan wel aangeven dat zelfs de bouwvakkers... Het is echt een hele fijne manier van bouwen. Het is relatief geruisloos. Het is allemaal met elektrische middelen. Je kunt het makkelijk CO2-neutraal doen. Als je ziet, ook op de bouw zelf, is het ook een stuk gezonder. Dus ik kan me zeker voorstellen dat... Ik kan me voorstellen, we hebben gesprekken gehad met een aantal bouwers die er bezig waren. Dat het een hele fijne omgeving is om iets te maken. Ja. Dus dat is wel echt een verschil. Ik heb net gedraaid in Fibonacci. Is also, hè, Fibonacci is dus een middeleeuwse wiskundige, heb ik begrepen. Hè, die allerlei in balans. Fibonacci is een gebouw van hier in Amsterdam. Dus ook helemaal, het is niet hout, van binnen wel heel mooi hout. Maar die bouwvakker zei ook, nou joh, ik zit hier met 50 man op te bouwen en het is nog nooit zo rustig geweest. En heel snel en stil gebouwd, ja. Dat is een vraag uit het publiek, van de jongen die heerlijke biertjes uitdeelt hier. Ja, heerlijk. Nee, ik hou hem vast. Ik heb genoeg bier op nu. Nee, Oké, even kijken hoe ik jou kort houd. Nee hoor. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een houtbouwer. En ik ben het helemaal met je eens. Voor iedereen is het een feestje. Voor de elektricien, voor de loodgieter. Als je zelf een schilderijtje op wil hangen laten, kan je het gewoon in de muur prikken. Ja, dat krijg ik. Maar, het plezier, als je deze jongen ziet, het is gewoon een en al plezier. Glimmende ogen, dus misschien een beetje bier. Maar en als je het nou wil opschalen, echt grote, als jij grotere houtprojecten ziet hier in Amsterdam, wat vind je die mooi? Ja, ik heb Liander hoofdkantoor gebouwd. Oh, dat in Oost-Nederland is dat hè? Nee, hier in Wester. Oh nee, sorry, hier in Wester. Dat heb jij gebouwd? Ja, samen met drie andere gasten en een kraanmachinist. Dus. Ja, nee. Dat is een prachtig gebouw. En wat zou jij nou, als je nou zegt, hè, je hoort dit allemaal... die meneer zei het heel goed, we moeten anders gaan denken. Er moet een soort van, dat is ook nog een stelling, we moeten een soort Bauhaus-revolutie gaan ontketenen. Wat is er dan nodig? Voor de revolutie? Ja. Ik denk dat het al aan de gang is. Ja? Ik was zo blij dat er zoveel mensen vanavond hier waren. Ik dacht echt, dit gaat helemaal los. Kom maar op met dat werk, ik wil bouwen. Nou kijk, dat is het begin. Maar hebben mensen nog meer ideeën over een revolutie? Kijk. Meneer, u weet vast een meneer.
Nou, we hebben het natuurlijk heel erg over de professionele wereld. Hè? En over hoe bouw je en is het kinderachtig of niet? Of wat zijn de nieuwe vormen talen? Uiteindelijk doen we het voor mensen. Hè? Dat zeggen we allemaal wel. En zeker ook een synchrone marktpartij. Die wil alleen maar iets ontwikkelen als uiteindelijk mensen het huren en kopen. Dus volgens mij is dat heel belangrijk. Dat uiteindelijk de waardering van het publiek. Wat er moet wonen of wat gebouw moet gebruiken, toeneemt. Hè? En daar helpt het mee dat het mooie en fijne gebouwen zijn. Maar het helpt ook dat de beeldvorming verandert. En ik vind het wel leuk, morgen is er een grote congres weer van het Lenteakkoord. Dat is de samenwerking van alle marktpartijen en de koepels om te laten zien wat moeten we doen. En daar wordt ook gepubliceerd het rapport wat gemaakt is om onder consumenten, het onderzoek. En binnen een jaar tijd is de waardering voor houtbouw bij het grote publiek nou echt verdrievoudigd. En dus het gaat heel hard nu dat mensen het weten, want we zitten hier natuurlijk eigenlijk in een bubbel. Allemaal mensen die het eigenlijk heel leuk vinden en mooi vinden. En wij geloven het wel. Maar het grote publiek snapt het nog helemaal niet vaak. Hè? Of heeft nog steeds dat beeld van de drie biggetjes. Hè? Stro, hout en steen. Precies. Hè? Maar dus het grote publiek moet het gaan omarmen. En daar helpen allerlei dingen bij. Er helpen vooral bij dat de gebouwen er staan, dat ze die kunnen zien. Ja. Want publicaties, dat weet ik niet of dat natuurlijk helpt dat. En het onderwijs helpt, maar uiteindelijk moeten de mensen gewoon het zien en zeggen, verdomme, daar wil ik wonen. Ja. Kijk nou eens. Een applausje voor Bob van der Zanden, de man die voor elkaar heeft gekregen dat we 20% in houtbouw gaan doen. Groot applaus, Bob. Maar dat is inderdaad het omarmen van het grote publiek. Maar dat denk ik nog steeds. Hè. We doen het, je hebt helemaal gelijk. We zitten hier natuurlijk enorm in de bubbel. En jij bent helemaal blij, je bouwt je helemaal suf. Dus als je er eenmaal in zit, denk je, oh, ik zie overal hout. Maar toch is het nog steeds een hardnekkig misverstand. Hè. Mijn zoon is 14, die zit op het OSB in de Bijlmer. Hij zegt, ja, de houten. Niks. En we hadden een rondleiding door de Nederlandse Bank. Fantastisch. Die hebben de plafonds zijn. Is hout van zieke Ipe uit Amsterdam. Is fantastisch, mooi. Het lijkt net een sauna. Dus dat is toch een beetje. Daar moet nog heel veel. Daar moet echt nog. Wij vinden het allemaal prachtig. Maar daar zitten volgens mij de crux, hè? Toch? Ja, ik denk dat we nog wel een klein marketingcampagnetje er tegenaan kunnen gooien. Inderdaad. Ja. Alhoewel je inderdaad wel ziet dat er ook echt wel een deel van onze klanten is. We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan onder onze klanten naar ons, eigenlijk in de breedte, onze duurzame doelen, waaronder ook houtbouw. En daar zagen we dat in Nederland breed was dat, hè, voor zowel eengezinswoningen in Zutphen als hoogbouw in Rotterdam. Dat echt wel de helft van de mensen het interessant vindt. Ja. He, dus toen was het nog zo een beetje zo halverwege die WIP. En dat ook een deel van die geïnteresseerden ook echt wel serieus bereid was om er ook extra geld voor te betalen. Precies, want dat geld is, hè, dus het omarmen van het grote publiek, daar heeft Bob helemaal gelijk in, kinderen meenemen. Maar de fondsen, en ik sprak een ontwikkelaar, die zei, nou, je merkt wel dat de financiële instellingen zo langzamerhand ook wel doorhebben van, ja, we kunnen beter dat geld steken in dit. Dus dat gaat nu mee, toch? Merk jij dat ook? Dat fondsen, beleggers daar ook zo langzamerhand. Ja, fondsen, beleggers vinden het heel interessant. Wat wel heel hardnekkig is, is dat ze altijd taxaties als referentie willen voor het geld wat ze betalen voor een gebouw. Ja. En ja, er zijn nog niet zo heel veel taxaties die, nou ja, een hogere waarde geven voor een houten gebouw, waardoor je toch elke keer weer moet meten met, nou ja, gewone gebouwen, zeg maar. Ja, dus hoeven ze niet duurder te zijn, hè? Dat zeg je? Ik blijf erbij dat ze niet duurder hoeven te zijn. Dus misschien is dat ook wel een leuke discussie. Ze hoeven er ook niet meer voor te betalen. Want ik hoop dat die bewoners namelijk helemaal niet meer hoeven te betalen. Ja, dat zou ik ook graag zien. Zeg maar, hè? Hij zei, met hoeveel mensen stond je op de bouw? Met hoeveel mensen stond je op de bouw? 5 of 4, hè? Precies. Met z'n vieren, ja, precies. Dus uiteindelijk moet het een stuk goedkoper zijn. Wat wij nu zien op de bouw is wel echt, dat is een heel goed voorbeeld van het leuk dat jij Leander gebouwd hebt, zeg maar, LTS waarschijnlijk. We hebben net de Rotterdam gebouwd, 2400 meter. Dan heb je inderdaad met 4 mensen, 1 meewerkend voorman afhankelijk, bouw je 500 meter per week. We hebben niet al te veel vakmannen op dit moment. En dat betekent dat je 2 vliegen in 1 klap slaat. Dat is echt. Dus ik denk dat ik snap dat het op dit moment op sommige punten mogelijkerwijs door angst nog wat duurder is. Wij zien gewoon dat we marktconform kunnen bouwen. En maar ook onder andere voor het leger des heils. Dus we zetten nu houten gezonde panden neer voor mensen die anders mogelijkerwijs buiten slapen. Kijk, op het moment dat dat kan, in die prijskategorie, ben ik ervan overtuigd. En misschien is dat ook wel, ga het proberen, je haalt het.
Nou, moet je er ook gelijk vol in gaan en vanaf het begin af aan zeggen als ontwikkelaar, ik ga gewoon beginnen met hout, ik eindig met hout en ik zet hem gewoon neer. Ja. Nou, dan ga ik een keer met jou bouwen en dan ga jij dat voor mij regelen, want wij zien nog wel dat dat bij veel partijen dat er niet lukt. Nee, ja. Maar het is wel, het in die zin ook wel gewoon om aan te jagen. Het kan gewoon. Het kan gewoon. Ja, dat wil ik wel ontkennen, dat dat niet altijd kan. Wij zien echt wel veel projecten hoogbouw. Ik heb toevallig net een afstudeerder gehad en die heeft 8 grote houtbouwprojecten in Nederland op de business case doorgevraagd. En in alle projecten hebben ontwikkelaars, gemeentes, kopers allemaal geld toegelegd om het mogelijk te maken. Om het toch uiteindelijk mogelijk te maken. Ja. Omdat het misschien een eerste proefproject was. Als jij je eerste proef maakt of je eerste t-shirtje in elkaar laat zetten. Ja, wij maken niet 1500 woningen per jaar ongeveer. Dus daar, die kan je niet allemaal bouwen met ervaren mensen op dit moment nog in de houtbouw. Ja? Ja. Ik blijf het interessant vinden. Wij zien echt wel andere dingen gebeuren op dit moment. Bart. Bas, sorry. Nou, ik wil er nog een klein ding aan toevoegen. Ik merk dat wij als gemeente daar ook een rol in kunnen spelen. En dat gaan we bij de Nelson Mandela buurt ook doen. Want wij zijn als gemeente vaak geneigd om bijvoorbeeld bouwenveloppen helemaal dicht te timmeren. En dan past net een modulair systeem niet, of vond het net onhandig uit. En ik denk dat wij daar ook wat de handschoenen op kunnen pakken om wat meer vrijheid te geven. Juist om samen te werken met bouwers en met ontwikkelaars. Om te zorgen dat we het ook echt mogelijk kunnen maken. Dus die samenwerking vind ik daar ook echt heel erg. Ja, maar we hadden nu ook inderdaad om het die business case rond te krijgen. Legt de gemeente daar ook wat voor neer? Nou, daar leggen we niet letterlijk iets voor neer nu. Maar dat meewerken om dat efficiënt te kunnen bouwen, dat is wel echt heel belangrijk daarin in die business case. Dus indirect noemen we dat zeker. Precies, dan krijg je ook, hoe heb je minder bouwers te betalen en inderdaad op die manier kunnen jullie dat faciliteren. Ja, nog één vraag hier. Ja, daar kan ik even op aanvullen, namelijk de meeste bouwenveloppen in Nederland worden inderdaad gemaakt gebaseerd op betonbouw met de verkeerde maatvoering, met de verkeerde structuur. Dus wij hebben ook, nou, een project stond vorige week op de Provada, de BAM, iets uit te leggen. Ze hebben een project omgezet in houtskeletbouw, 6,60 meter overspanning, een balkje extra eronder. Ja, als het verkeerd begint, dan krijg je een hoge prijs. Dus alles wat er op het moment gebeurt, is dat we denken vanuit beton, betongestructureerde modellen, betongestructureerde stedenbouw, ook met sprongetjes beton gestructureerd. Dus het omdenken, we moeten reverse design gaan doen. Dus de stedenbouw moeten we weer om gaan katten naar stedenbouw gebaseerd op andere structuren. Kijk, heer, dat is denk ik ook, hè? Dat is toch, Alex, dat is toch ook een beetje wat jij vaak zegt. Je moet uitgaan van dat materiaal, ook qua stedenbouw en ook qua community builden, omdenken. Ja, I'd like to make a more general point too about cost, because it's not just about construction methods. Yes, it can be faster, it can be lighter with more economic foundations, no scaffolding, fewer people on site, yes. But I think you should also factor in holistic cost, long term, fewer people in hospital, you know, that kind of cost. Yeah. And is that something, is dat iets waar commerciële marktpartijen ook, hè, dus dat langere termijn, dat je uiteindelijk de mensen die in jouw gebouwen wonen, leven langer, dus betalen langer hun. Ja, ik ben maar een hele simpele MAVO-rekenaar hoor, maar dat lijkt mij toch. Ja. We denken er zeker over na, voor de impact die we kunnen maken op de samenleving. Maar het is nog niet zover dat daar ook geldstromen mee gepaard gaan. Maar volgens mij zijn die zorgverzekeraars daar toch heel goed in. Hans, jouw vraag. Ik vroeg me af, hoe zit het met lijm en onderhoud en tegenslag? Denk maar eens aan de houtworm. Houtworm en lijm, of één van de twee? Je wilt toch een paar honderd jaar, ons oudste hout is van 1500. Dus, en het één brandje was al in Engeland foute boel. Nee, dat was geen houten gebouw. Maar het is wel een goede vraag. De echte, Tim, de bewijsvoering van dat hout op deze manier, en niet zoals we het vroeger maakten, maar zoals op deze manier langdurig blijft. Ja, er zijn best wel veel leuke houtmythes ontkracht volgens mij hier al voor mij op het podium. Onder andere Pablo en Atto. Ja. Maar het is volgens mij 0,8% tot 1% aan lijm. Dat is dan de eerste vraag als je hem dan rechtstreeks. Uiteraard ergens. Het is alleen maar het omkatten van een constructie. En wat je zegt, hè, we hebben houten constructies in de binnenstad van Amsterdam die al 500 jaar staan. Nou ja, over die tijd zullen we verder zien. Maar op dit moment kunnen we genoeg gebouwen aanwijzen waarbij de levensduur dermate lang is dat we ons hier geen zorgen over hoeven te maken.
Dus dat we echt zo lang leven, hè? Healthy living in gebouwen die ons in ieder geval die wij niet overleven, zeg maar. Of die wij wel overleven. Dat is de bedoeling. Ja, ik had er... Jij mag nog wat wagen, natuurlijk mag u wat vragen. Wat me opvalt aan alle woningbouwprojecten die ik nu zie, is eigenlijk dat als je door je oogharen kijkt, zijn het betonnen gebouwen. Dat was ook de stelling voor. Als je dus op zoek bent naar de vormen die bij hout horen, dan zou je zeggen, vroeger hadden we het boek van Jellema over detailleren. En in het boek van het Amsterdamse Woonhuis wordt heel veel aandacht besteed aan hoe je in alle periodes eigenlijk in ons klimaat het water van de gevel af moet werpen. Dus je moet overstekken hebben boven de kozijnen. Je moet lijsten maken die het water ook weer halverwege naar buiten spuwen. Je moet dakoverstekken maken, kroonlijsten, omdat daarmee je hele gevel droog blijft. En die houten huizen die we hebben in Amsterdam, eentje op de Zeedijk, die is gekenmerkt doordat die per verdieping een beetje naar voren steekt, waardoor elk gevelonderdeel droog blijft. Briljant. Daar kunnen we dus heel veel van leren in mijn ogen. En als ik al die platte gevels zie en ook balkons zie die eigenlijk bekleed zijn met hout en kolommen die, ja, andere plaatjes, kolommen die gewoon van hout zijn, maar die gewoon in de eerste lijn onafgedekt staan, dan denk ik, ja, jongens, hoe lang blijft dat goed en wat hebben we geleerd van onze geschiedenis? Dus zoeken naar een nieuwe vorm is leuk, maar het is veel belangrijker, denk ik, om daarbij in oogschouw te nemen dat er oude vormen zijn. Kijk naar hoe ze bouwen in Noorwegen. Overstekken, hoe ze bouwen in Zwitserland. Overstekken. Ik zeg overstek. Ja, nee, heel goed. Heel goed. U heeft er vast heel veel verstand van. It's the end of cubism. Heel goed. Nou ja, die inspiratie, hè? Dus looking back is helemaal niet zo slecht in that sense. Kijken naar Denemarken, Noorwegen, andere voorbeelden. En de logische dingen als... An observation on what Mr. Suter said about overstekken. Yeah. Yeah. Well, he's right. No. He's right. In England, one of the major obstacles to a timber development is not the material or the enthusiasm for building it. It's the insurance companies who will not finance or not insure projects, not because of fire, because everyone understands that you can make timber very safe and predictable in a fire. You know, the fire brigade are happy if it's a timber building because they know exactly how long they have. Yeah. You know, they have the 30 or 60 minutes. So in a steel building, it melts like spaghetti. So they won't go into a steel building. Fire, not the problem. The problem is the claims against water penetration. Because of flat roofs and concrete detailing being applied to timber buildings. Okay. What Overstek Soeters said is exactly right. So you moet daarmee rekening. So Overstek Soeters. At least partly correct. Nee, prachtig. Even, ja, ik had nog een hele mooie laatste stelling. Want ik voel wel, het wordt een beetje warm. En er zit hier een houtbouwer met wel bier. En lekker een flesje wijn. Oh, heerlijk. Die zit hier op de eerste rij gewoon lekker een beetje. Oké, ik had er nog een laatste mooie stelling. Want het is wel heel mooi en leuk allemaal. We weten dat het kan. En we moeten een vormentaal vinden. We moeten kijken naar vroeger, kijken naar volgende. Maar ik heb hier een hele mooie. En dat heb ik allemaal niet verzonnen hoor. Dat hebben de mensen die dit hebben georganiseerd verzonnen. Maar ik vind hem heel mooi. Duurzaamheid kent geen nijd. Alle maatschappelijke partijen moeten eendrachtig en met een open geest het uitsterven van hun kinderen en kleinkinderen voorkomen. Dat is denk ik gewoon een verpletterende eindstelling. Daar kan niemand wat tegen hebben. Maar is dat niet, wat ik ook in het begin al zei, de urgentie om die vormtaal te vinden. En dat het grote wat Bob terecht zegt, het publiek het gaat omarmen. En dat de kinderen het mooi gaan vinden, dat iedereen dat gaat doen. Is toch groter dan ever, jongens. We kunnen er toch wel over lullen als brug, maar we moeten het gewoon gaan doen, toch? Ja, helemaal eens. Zo voelen wij het ook. Dat is een van de redenen waarom ik voor de helft van mijn tijd vrij ben gespeeld. Om hier aan te duwen en te trekken, zowel binnen als buiten het bedrijf. We voelen grote urgentie en we sturen dus ook echt op per-proof budgetten. Dus maximale uitstoot per meter. En daar zijn we aan alle kanten aan het duwen en trekken en te kijken. Hoe kunnen we mooie gebouwen maken binnen die budgetten? Dat is een enorme uitdaging.
Maar dan gaat het wel om, en wat Bas ook zei, heel goed, is dat we daarin samen moeten optrekken. En dat samen, ik bedoel, ik heb het ook op de Provada, elke keer moet het samen doen, maar we moeten het wel gaan doen. Maar dan is dat, het duurzaamheid kent geen nijd, dat is ook niet voor niks zo bedacht. We moeten daarin toch elkaar niet lopen weg concurreren en zorgen dat we dan dezelfde monologen krijgen die elkaar concurreren. Hoe krijg je dat voor elkaar, Tim? Om te zorgen dat het echt nu... Ik denk dat ik in een vorige antwoord al een soort van hint gaf. Dat het moment dat jij zei, moeten echt houtarchitecten zijn. Ik denk dat iedereen een houtarchitect moet zijn. En dat we elkaar moeten opleiden om dat te zijn. Ja. Dus op het moment dat er een vraag gesteld wordt bij een architect, niet proberen om hem af te pakken, maar om hem te steunen en te ondersteunen. Om te zorgen dat er een goed project komt. Kijk, aan het einde gaat het erom dat er iemand fijn woont, fijn recreëert. Dat we met z'n allen goed leven. En niet dat wij een paar duizend euro verdienen aan uren. Dus ik denk dat het bredere perspectief van de komende 10, 20, misschien 30 jaar, wanneer die transitie moet er komen, dat we dat met z'n allen goed in onze oren knopen. En wederom, als iemand die vraag krijgt, ga niet alleen naar een houtarchitect, maar zorg dat ze samenwerken, zodat ze steeds breder worden. En dat de kennis van ervaren architecten, zoals daar, maar ook een architect die in 4 juli afscheid, Thijs Asselbergs uit TU Delft, hè, die daar ook... En de ervaring van Alex de Rijke meenemen. En kijken hoe het daar gebeurt. Kijken hoe het vroeger gebeurt. En dat met z'n allen meenemen. En dan moet het echt gaan lukken. Dus neem de kinderen mee. Ik denk dat we, Bob, dat we binnenkort misschien ook met een camera van A5, dat hoop ik. Maar kinderen meenemen in de mooiste gebouwen. Echt laten zien hoe mooi het is. En misschien een week opsluiten. En dat ze dan gezond worden. Nee hoor, dat klinkt een beetje dramatisch. Ik krijg het ook een beetje te warm. Dus jongens... Je mag pak het even. Nou, achter in de zaal kunt u ook nog een mooie vorm zien. Ja. Oh, echt niet? Maar anders heb je dat voor niks meegenomen. Maar ik geef je niet de microfoon, ik hou hem vast. Hè? Dus, laatste opmerking. Ja, ik wil heel graag ingaan op dat verhaal in Afrika met die hoogbouw daar. En ik hoorde jou op laatst zeggen, van waar het ons om gaat, is ook dat het materiaal gebruikt wordt wat hier... groeit. En dat de mensen het zelf kunnen maken die daar wonen. Ja. En wij werken dus nu voor een project in Panama en dat gaat over botenbouw. De hele grote ding in ontwikkelingslanden, om dat nou zomaar te noemen, is dat alle vissers en andere vervoers en dingen op zee worden nu overspoeld door polyester en door aluminium vaartuigen. Die worden overal gemaakt en die worden geïmporteerd. En wat nu dat project in Panama, die organisatie wil, is die hebben bamboe geplant. Die willen die bamboe gebruiken voor allerlei constructies. Ook voor woningbouw en bruggen en weet ik het allemaal meer. Maar ook voor boten. Ze hebben ons ontdekt. Ik ben scheepsbouwer. Die panelen die achterin staan, die heb ik voor een boot die we vorig jaar afgeleverd hebben gemaakt. Ja, met subsidie, maar we hebben nu een schip gebouwd op die manier. En dat project in Panama gaat hierom dat de mensen daar met ons systeem daar op een vlotte manier een schip kunnen bouwen. En de overheden moeten daar, dat noemde jij ook, die moeten daarop inspelen. Want we kunnen wat prijs betreft nog lang niet op tegen polyester en tegen aluminium. Want we moeten ontwikkelen. Maar de overheden zien wel dat wat gebeurt in ons land, in Panama, waarmee de eigen bevolking aan het werk kan, die worden daar gelukkig van. Die kunnen in hun dorp kunnen ze wat meer doen met sociale voorzieningen en dat soort dingen. En ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja, ik denk dat we daar, dat is een goed punt. Ik denk dat we daar ook, hè, misschien ook met de Mandela-buurt en wat Alex ook heeft gedaan in Hastings, dus die lokale bevolking, hè, of het nou... De omgeving is ook van de Mandela-buurt, dus de mensen die er ook omheen gaan wonen. Tot en met de mensen in het dorp of tot en met de mensen in Hastings zelf. Die daarbij betrekken. Dan krijg je ook draagkracht en dan krijg je de lokale economie gaande. En er moet een techniek ontwikkeld worden om dat te kunnen. Die boten zoals ze daar bouwen, ze kappen ze nou uit de stam en dat soort dingen. Dat moet anders en daar hebben wij iets voor ontwikkeld. Hebben zij gezien en willen daar heel graag verder met ons mee. Nou, en daarvoor staan, heb ik die panelen meegenomen. Dit kunnen we maken. Maar er moet nog wel ontwikkeling komen. Ja. Overal, wat jullie hebben het er ook al, ontwikkelen moeten we. We moeten verder, want we kunnen er nog niet tegenop. Nee, we kunnen er nog niet tegenop tegen de plastic. Een groot applaus voor deze meneer, want die heeft ze meegenomen. Door de regen. En Alex, je ziet ook de mooie ronde vormen van van die stukken boot. Hè. Die zijn natuurlijk ook fantastisch voor in woningbouw. Oké, jongens, we zijn enorm geïnspireerd. Laten we gewoon als een soort Jehovah-getuigen. Het Leger des Heils krijgt ook al een houten gebouw, dus dat komt helemaal goed. Als we Jehovah-getuigen via de bar... Oh, Bob wil nog wat zeggen? Kunnen we de laatste plaatjes van Alex nog niet zien? Ach ja, natuurlijk. Ja, die heb ik zo ruw weg moeten onder... Ja,
De finalize. Oké, jongens, de finale. Dan krijgen we het klapstuk. Heel goed. Want we kwamen bij de health en wellness. Hè? Dat was zo interessant. Heel goed. Bob krijgt een extra drankje van Alex. Oké, I'll try, really try to be quick. Ja. Yeah. So, we zaten bij Maggie's. Ja, Maggie's Oven. Yeah, okay. Well, we did this. Okay, this is the health chapter. Okay, so we move on. I mean, I would like to say that this is about a holistic approach where you don't have any waste. So all the offcuts, you can see the ceiling is made of the offcuts from the making the walls, and the walls are the same tulip wood as the table, and so on and so on. So it's a kind of attempt to have no waste and make it in a way that you can take it apart and use it somewhere else in future. And we also made it strong enough to put another story on top, which they think they will have to do because there's more and more people with cancer. And this shows a beautiful curtain by Peter Bleser, which creates a transformation of the interior so that there is some privacy when, you know, sometimes people need to try wigs or do yoga. And this creates a space that doesn't just make privacy, but also changes the light and the color and the acoustics and so on. You have to the middle one. Ah. This is why I was so slow. Huh? Pointing at people in the audience. No, I'm pointing at the projector. Okay. I wanted to put this one in to thank Hans for putting it on the cover of Houtblad. Thank you, Hans, because it meant a lot to me. And I think it's a nice project, and I was really happy you spotted it. So this chapter, I'll try and be quicker, is really about the pleasure of timber, because by now we all know the environmental credentials and we all know the advantages in buildability. But I think it's a material that has a kind of magic in the ability to carry associations and memories. Hastings Pier was a pleasure pier, and it burnt. You can see the heyday of being a kind of place of social experiment. So, in other words, you could go and take drugs, and you could do things on the pier which you weren't allowed to do on land, because different rules applied, like no rules compared to rules. And it really was the place for music in its heyday in the 60s. And then it burnt, and they had a competition to transform it, which DRMM won, with a proposal to just rebuild the structure more or less as it was, but also to take all the timber that burnt and do something with it. So you can see some of the materials here, not very good focus, but it was incredible African hardwood, with, you know, Purple Heart, which is also a drug. But this wood was so dense, it would sink, you know, and any saw would be blunt. It was so hard. And all the Purple Heart that didn't burn, we kept and used it in a few different ways. Here you can see it's used the longest lengths we used for a kind of rucksack to the traditional building. The only building left on the pier we managed to restore, and to keep it a free plan, open, so that you can see the sunset and the light will pass through. We took all the internal walls out and then put the kitchen and the toilets on the back with these new rucksacks made of old timber. So that timber must be 150 years old and absolutely hard as nails, perfectly good, amazing timber. So we divided it lengthways and used it there, and then shorter lengths we used here on the furniture for the pier, because, you know, people like to sit on water, if you like. And the building we were obliged to make. I didn't actually want to make a building. I just wanted a serviced platform where events could happen.
But the funding required a building, a kind of visitor center, English Heritage, you see. English Heritage are an organization that fund ancient structures. It also got lottery money, and they both agreed that it needed to have a visitor center, which is kind of glorified exhibition space where you go in and look at photographs of what's outside. So they insisted on this, so I thought we should make it an exhibition space that could also be for parties and for school children to learn about ecology. So that's what we built, and there's a platform on top that you can, it's like a Belvedere where you can look at the sea and imagine you're on the way to Europe. And it's and the building is clad in the shortest piece of timber that we got from the fire remains. So we worked out a method of detailing it so that they could be used. Because normally this would be in somebody's fire in town. You know, the story of ruins is the story of theft, not weather. And people like people, you know, and the nice thing about working on this project was just talking to the people of Hastings who would tell me things like, I kind of recognize this. I think my parents told me I was conceived here. It's that kind of association. So the material carried memories. Yeah, and the sound of 3,000 people dancing on a wood floor is something you don't forget. And it's also the feeling that you are walking on water and obviously looking at France. So that was a nice project. And one which I think it won the Sterling Prize not because of the building, of course, it's a very simple building. I think it was the lack of building. It was the idea that this wooden platform would enable people to have fun and have pleasure and just plug in. That deck is full of services, which, so you can have big bands or circuses or, I don't know, go-karts or markets. You know. So the idea is that the people program the pier, and we also help them buy it. There was a Panamanian owner who let it burn on a bank holiday weekend, mysteriously. So the local authority was persuaded to oblige them to sell it for safety reasons, and we helped that process and helping the charity run it. Sadly, short-lived. It soon passed into private hands again. Anyway, that's another story. Final chapter was wood for work, as in woodwork. And this is a multi-story CLT project to make workshops, because the client was fighting a rearguard action against this happening, which I'm sure happens here too, where all land, all industrial land in cities is being bought by developers to make housing, because there's such pressure to make housing. And also because light industrial buildings often had a lot of land. And this meant that they're getting pushed out. So people are no longer manufacturing in cities, especially cities like London, where land value is amazingly high. So it's becoming increasingly a monoculture of just beautiful apartments and coffee drinking at the ground level, and there's no one makes anything. And you get pushed out. So these industrial buildings go to the green belt and end up covering the countryside and the edges of every motorway. You know the story. So this was the response, to take a small, very small site and to put 14 industrial units on it, which would have previously required a much bigger site. And this company is an enterprise, social enterprise company, Greenwich Enterprise Board. And they have enough money to buy small sites that developers are not so interested in. This site happened to be close to a road, a very heavy road. It's the road out of London
to France again. Goes straight east, it's a Roman route, and this meant that there's a lot of traffic there, and the site wasn't so attractive to housing developers, and not so big. So we made the project as small a footprint as possible, and with a profile that got progressively bigger. So at ground level, you can see it's a covered entrance and a route to a big lift and stair at the back, and then progressively the building, as it goes up, it gets bigger. It, Overstapper. Yeah, this is like, this is the Overstapper manifesto. Yeah, so you get like this, it's load-bearing walls, it's all CLT, and I wanted to make that point about insurance claims, because the client had real difficulty finding somebody who would insure it, because they argued that the insurance company said that we only hear the claims much later when the damage is quite significant, because it's been leaking for a while and nobody noticed. In a concrete building, you can see it straight away. It's either a one bucket or a 20 bucket building, but in a wood building, you don't necessarily see it straight away, so it can get progressively worse. So in the end, we did a lot of work in trying to detail with big runoff, inclined surfaces, parapets that were completely covered with metal, and not exposing any timber externally at all. So the timber is all internal, it's all CLT, load-bearing walls, timber, very good at cantilevering, especially CLT. So that's the obligatory fire escape stair, which had to be in steel. I don't know the logic, but the building regulations required it. Normally we do timber stairs, but here we had to do a steel stair, so the logic was to use as little steel as possible. But as I said before, I think actually timber works well with other materials. The whole building has to be on a steel base to keep it out of the flood zone. You have to join the timber, and at the moment that means screws. You know, the work is being done in research to make timber connections, but at the moment the default is to screw your buildings together. And connection design is a really important part of engineered timber construction. But what matters, I think, is that the principal surfaces of walls and ceiling are always exposed timber, and you can touch it and smell it, and it is endlessly fascinating. And that the building is a direct and very straightforward expression of needing different size work units from 50 meters squared to 120 meters squared. So these businesses can move as they grow and occupy other units in the building. It's just finished, and I'm so happy because the first tenants are Japanese furniture makers called Mensen. Ment means surface and sen means line. And they're really lovely. They have all those beautiful Japanese tools, and they have when I saw them there, I thought, you know that Descartes, I think, therefore I am. I just thought, in the case of her, it was, I work, therefore I am. You know, she works, therefore she is. And they have, they've made things like this shelving system, which is wood answer to Vitsu steel shelving, you know, the architect's favorite, designed by Brown. This is such an elegant, much nicer system, I think, with the least amount of metal and the most amount of timber. Doesn't require to be fixed to the walls. It's called Garland, by the way. I'm giving them a break here. It doesn't need to fix to the wall. It doesn't here. It looks like it, but it's a self-standing, independent thing. But I mention that also because one of the big differences between a wood building and a concrete building is that you can fix anything anywhere. And that's something that really matters to all the DIYers in the audience who've tried to hang pictures and put shelves up.
in a building that's made of plasterboard or concrete. So I think that's where I should end, and I'd like to thank you again for having me. Thank you. Thank you very much. Thank you all for coming here. Here are the young wood builders who are very inspired by Alex. He wanted to do a pitch, but I think everybody wants to go for a drink, but maybe one sentence. Can you pitch in one sentence? You built the Alliander thing. You're young. This is the future, guys. Okay. Bravo, bravo. Okay. Because he asked so nicely, I said, oh, well, everybody wants to go. But I see I turn around, everybody was still sitting here. So we gaan in Nederlands, because you understand. He was so inspired by you. Okay, je krijgt, we tellen af, hè? En je krijgt, wat zullen we zeggen, 2 minuten? Hier zitten ze zelf aan hun wijn, hè? Dus dat is ook niet eerlijk. Oh, water, oké. 2 minuten. Dankjewel. Oké, ik heb 4 weken geleden, zijn we met 3 vrienden een houtmontagebedrijf begonnen. We doen ook biobased bouwen met kalkhennep. Ik geloof dat hout en kalkhennep namelijk een symbiose is, net als beton en staal. Dit is echt geniaal. In 2030 gaat de MPG-doelstelling omhoog of omlaag. Waardoor je dus nog duurzamer moet bouwen en ook meer geld in je zak kan houden. Ik denk dat het is echt de toekomst om zoveel mogelijk CO2 op te slaan in je gebouwen. Als je dat wil doen, haal een biertje voor me. Dan ben je als eerste in de rij van de mensen met wie je kan spreken. Dankjewel. Ja, fantastisch. Yay. Geweldig. Hout, kalk, hennep. Ik voel allemaal Jezus en Jehovah getuigen. Hout, kruisen, alles. We moeten anders gaan denken. We gaan als Jehovah getuigen naar buiten. We nemen het hout mee. Heb een fantastische avond en dank voor het komen. En applaus voor jezelf.